Heb je dat wel eens van die gedachte, ik doe er niet toe of uh, niemand zit op mij te wachten? En dan knikt iedereen natuurlijk ja. Er is niks mis met jou niet, met niemand niet, met, het, met de luisteraars niet. En toch denk je af en toe van wel. Moet je, je voorstellen wat er zou gebeuren als je tegen het brein zegt alles is al opgelost. De, de herinneringen die we hebben, die zijn voor het grootste gedeelte niet eens waar. Angst is er eigenlijk alleen maar als er hoop is voor een oplossing. Welkom bij aflevering 24 van Barberio Podcast. Top dat je weer luistert of kijkt. Vandaag ga ik in gesprek met Dirk Boten, psycholoog en auteur van het boek Ik ben geweldig, al denk ik van niet. Zo is het. <laughs> <laughs> Welkom. Ja, dankjewel. Leuk ja. dat je bent. Een van mijn uh, favoriete onderwerpen, psychologie. En uh, met een psycholoog uh, waarbij ik dan uh, zelf ja. niet ben geweest. Wel bij anderen, maar niet uh, bij jou. Hadden we kunnen doen. Had, had gekund, voren. inderdaad. Ja. Ja. <laughs> Even ja. een paar sessies. Nee, Maar ja, hartstikke leuk. En, en natuurlijk gaan we het ook nog uitgebreid uh, over jouw boek hebben. Ja. Uh, waar ik eigenlijk heel erg uh, benieuwd naar ben als uh, psycholoog. Wat zijn nou veel voorkomende klachten waar mensen uh, bij jou voor komen? mooie vraag meteen. Dankjewel. Nou... Uh, eigenlijk gaat het altijd over dat wat ze denken, waar ze niet blij mee zijn. Mm -hmm. En, en kun je ze een, uh, een voorbeeld niet geven? Goed genoeg zijn, uh, schuldig, He, dus uh, alles fout doen, denken dat je het nooit goed doet, uh, niet toereikend zijn. Uh, nou. Al dat soort gedachten eigenlijk en anderen niet tot last mogen zijn. Het idee hebben dat je dat dus wel uh, bent. Uh, van alles wat je moet. Dat je waarde wordt bepaald door alles wat je doet. Dat soort gedachten. Of niet slim genoeg. Dat de, de, de ander altijd beter is. Dus eigenlijk zit dat heel erg in het vergelijk met de anderen. Niet lekker voelen. Dus eerst denken, het voelen. Uh -huh. dus, uh, uh, gevoelens van teleurstelling, verdrietig, uh, onvrede. Eigenlijk is onvrede wel een mooi verzamelwoord eigenlijk daarvoor. Uh, ja, dus je niet blij voelen terwijl je dat wel wil zijn natuurlijk. Ja. Uh, en het gedrag. Weet je, dus uh, ofwel van de ander. <laughs> dat, je, dat je tegen allerlei gedrag van anderen aanloopt. Die als triggers ervaart. Uh, waardoor je die emoties hebt. Waardoor je een negatieve gedachten hebt. Je denkt dat dat door die omgeving komt. Uh, maar in feite zit dat natuurlijk in jezelf. Uh, en ook hoe je daar dus mee omgaat. En het gedrag wat daar weer uit voortkomt. Dus, uh, dus dan is er ook onvrede over het eigen gedrag. En dat kan op allerlei manieren zijn. Eh, dat kan uh, zijn omdat mensen uh, merken dat ze snel boos worden. Uh, of heel directief zijn. Of uh, dwingend. Uh, of heel terughoudend. Uh, dat ze zichzelf niet durven laten zien. Mm -hmm. uh, en dat dus ook niet doen. Of te weinig. Of een uh, promotie aan iemand anders overlaten. Omdat ze denken van, nou ja, weet je, ik uh, doe nog even een paar jaartjes mijn best. Uh, daar ben ik nu nog niet voor. Uh, ik nu nog niet voor in aanmerking. Uh, dat ze merken dat ze dat zelf bepalen. voordat een ander dat eigenlijk voor ze bepaalt. Nou, dat soort zaken. En vaak ook vragen met van. Goh, ik. Uh, ja, weet je, wat ga ik eigenlijk doen nu? Uh, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil doen uh, hierna. Zingeving. Uh, ja. Ja, of gewoon carrière-technisch. Dus, er is best wel een groot verschil, uh, denk ik, tussen uh, wat we denken te willen. en wat we het liefst te willen. En daar dus uh, zicht op krijgen. Ik denk dat een heleboel mensen, dus ook veel van mijn klanten, uh, ervaren dat ze uh, heel erg hun best hebben gedaan om het leven vorm te geven zoals ze dachten dat ze dat wilden. Dat dat nou ook gebeurt. Dat ze eigenlijk aan heel veel voldoen waarvan ze dachten van nou dat is wat ik wil. En daar toch niet, uh, nog toch niet tevreden mee zijn. Toch voelen onrust voelen. Idee van joh, is dit het nou? Ik dacht dat het nog iets anders was, of er moet toch iets anders gaan gebeuren en ja. Uh, ja dat. Eigenlijk niet wat je zou verwachten als je een psycholoog spreekt, zou je zeggen: ja, depressie, uh, meer in die hoek. Hè? Maar is dat dan toch ook waar het toe leidt, als mensen op tijd bij jou aankloppen, dan is het nog geen depressie? Of, of varieert het een beetje van depressie tot uh, ja, andere echte uh, psychische klachten die je kan ervaren als je daar niks mee doet. Want het klinkt eigenlijk gewoon als iets waar volgens mij bijna iedereen wel last van heeft. Ja, dat klopt ook wel. Ja, wel, hè? <laughs> ja, het Alleen is heel niet, menselijk. Het is heel menselijk ja. en het is niet zo... het taboe wat op, uh, op een psycholoog rust... Hè? dat is volgens mij wel bijna verdwenen. Het zit er volgens mij nog wel iets op, maar... Nou, niet. weet je, volgens mij is het uh, belangrijk, Tony, om ook te zeggen... ik, ik heb psychologie gestudeerd, lang geleden. Uh, en ben vervolgens gewoon aan het werk gegaan. En uh, heb mijn best gedaan ook om zo succesvol mogelijk te zijn. Mm -hmm. uh, als consultant, later ook als leidinggevende in de directie. Wat ik merkte is dat me dat niet vervulde. Dus eigenlijk de invulling van wat ik net, uh, net al aangaf. En um, ik heb toen uiteindelijk de knoop doorgehakt om een baan uh, inderdaad op te zeggen en voor mezelf te starten. Om op zoek te gaan naar datgene wat ik het liefste wilde doen. Um, nog steeds is het zo dat ik daarin vooral in werksituaties uh, uh, zit. En dus ook mijn klanten zijn er eigenlijk allemaal mensen die gewoon aan het werk zijn. En uh, daarin zichzelf tegenkomen. Dus daar waar mensen echt te maken hebben met depressies of uh, eh, stoornissen, gaan ze doorgaans naar iemand anders dan ik. Ja, precies. Daar ja. Ja, zijn hele andere nou ja, mensen voor die daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Ja, maar dat is wel uh, het onderscheid wat er is. Maar goed, als je uh, de zaken bij jou die bij jou uh, ja, op je bord komen. Niet aanpakt, dan wordt dat vanzelf een, een stap verder, denk ik. Ja, dat is heel mooi dat je dat zo benoemt. Want ik denk inderdaad dat ons lichaam ons allerlei signalen geeft. En als je die signalen niet oppakt, hè, dat kan bijvoorbeeld door uh, bepaalde gevoelens zijn, of uh, ja, vooral door, door onvrede emoties. Uh, of bijvoorbeeld dat je tegen een blessure aanloopt, of dat je lichaam zegt, letterlijk zegt stop. En als je daar niet naar luistert, dan, uh, dan kan het zomaar zijn dat dat steeds meer verergert. Want dat lichaam zegt op een gegeven moment: luister nou, dit gaat echt niet goed. Ja. Deze, dit is niet jouw pad. Wat, wat zijn dan signalen die uh, de mensen die nog niet bij jou geweest zijn, die nu misschien luisteren. Uh, die je wel serieus moet gaan nemen? Nou, zo mooi, want dat was eigenlijk de vraag die je net stelde: van wat voor symptomen zijn er eigenlijk alle symptomen uh, die zich aandienen? En dat. Uh, alle symptomen. Symptomen zijn eigenlijk al die momenten bij jezelf dat je doorhebt van hé, hey, wacht eens even, je voel ik me helemaal niet lekker bij, of dit gaat eigenlijk helemaal niet goed, of ik voel me gestrest. Of uh, ik merk dat ik steeds uh, ja, achter de feiten aanloop of iets aan het doen ben wat ik eigenlijk niet wil. Dat zijn eigenlijk allemaal signalen. En, de vraag en... is uiteindelijk wat je ermee doet. Ja, en, en om het iets uh, specifieker te maken, hoofdpijn, uh, rugpijn, nekpijn. Ja, ja. Ja. Er zijn, ik, geloof dat, ik las daar uh, deze week nog een uh, stukje over, dat, er, dat 15% van de mensen kampt met uh, burn-out verschijnselen, of, laten we zeggen overspannen verschijnselen, wat dat allemaal is. Dat heeft in ieder geval heel veel te maken met, uh, uh, met emoties die mensen ervaren, negatieve gedachten die mensen ervaren. Als je het hebt over een depressie, dan gaat het eigenlijk over dat je vrijwel structureel negatieve gedachten hebt over jezelf en over de wereld. Uh, en dat kan zich ook uiten uh, in een stijve nek of meer dan dat. Ja, ja. ja. Nou, het is zo goed om te herkennen wanneer, hè, wanneer is het genoeg qua klachten. En, en wat kan mensen moed geven om, ja, om dan toch eens daar wat kritischer naar te kijken? Zeg ik van nou, ah, weet je, als het erger wordt dan, 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 dan kom ik wel een keer bij een psycholoog. Of misschien is de drempel juist heel hoog. Ik vind het juist ja. persoonlijk heel cool als mensen aan zichzelf werken en een psycholoog in de hand nemen om problemen op te lossen die ze zelf niet opgelost krijgen. Want ja. ja maar goed, ja. ik denk dat het voor in sommige kringen misschien nog een beetje... Uh, ja, dat er wat schaamte op rust. Terwijl het misschien helemaal niet zo is. Maar dat gevoel van schaamte dat er is. Ja, maar dan ga je toch gewoon naar een coach. <laughs> dus ja. Dat heel anders is. Want, ja. dat, zo, daar, daar, want dat ben je natuurlijk ook in principe gewoon. Daar ja. schaar ik mezelf ook onder. Ja. Uh, ik denk dat het heel mooi is om jezelf serieus te nemen. En uh, ik denk dat het heel mooi is om te luisteren naar de signalen die er zijn. Ik denk dat de neiging inderdaad is om er wat minder naar te luisteren. Omdat we dat ook eigenlijk van jongs af aan leren. Uh, dat die emoties eigenlijk komen gewoon heel slecht uit. Dus uh, <tossimus> je kan maar beter niet te veel zeuren. Je kan maar beter gewoon oppakken en door. Nou, daar zit, daar zit een zekere mate van schoonheid in, vind ik. Hè? Je hoeft niet bij alles altijd stil te staan. En tegelijkertijd is het zo dat je... Uh, goed mag luisteren naar de signalen die je lichaam je geeft, ofwel in uh, gedachten, ofwel in uh, emoties. Want ze zijn er niet voor niets. Ze gaan echt ergens over. Ja, dat is wel mooi. Ik uh, start uh, mijn, mijn masterclasses of zo, mijn seminars vaak ook met de vraag van: goh, uh, heb je dat wel eens van die gedachten van uh, ik doe er niet toe of uh, niemand zit op mij te wachten uh, of uh, ja ik had het beter moeten doen of iemand anders is uh, en dan knikt iedereen natuurlijk ja dus ik heb je ook wel eens van die momenten dat je twijfel voelt of uh, een teleurstelling of uh, verdrietig of twee strijd of, nou ja, of irritatie en die komt heel veel voor ja ja die, dat heb ik natuurlijk ook dus ja, weet je het zijn allemaal van die zaken die je niet wil maar die er wel zijn nou de vraag is wat je ermee doet nogmaals voor mij zijn het allemaal uh, signalen of momenten of sleuteltjes naar waar het op dat moment voor jou, in jou over gaat. En dat is niet dat je geweldig bent. Eh? Mm -hmm. Dat is niet dat je volmaakt bent. Dat is niet dat je heel bent, of hoe je dat ook wil noemen. Dat gaat over daarvan weg zijn. Eh? Dat boek heet Ik Ben Geweldig, al denk ik van niet. We zijn in de basis helemaal oké. Okay. Er is niks mis met jou niet, met niemand niet, met het. Met de luisteraars niet. Met mij niet. En toch denk je af en toe van wel. Maar op het moment dat dat zo is, en op het moment dat je dat ook voelt, is het heel mooi om daarnaar te luisteren en te onderzoeken waar het over gaat. En ik denk dat de mensen die op, op een gegeven moment een psycholoog of een coach opzoeken, dat doen om te willen snappen waar het vandaan komt. En ik denk dat dat prachtig is. Ik denk dat het ook altijd goed is. Um, ja zodat je de weg terug ook weer mag, uh, mag vinden naar wie je werkelijk bent. En daar is nogmaals alleen maar iets goeds over te zeggen. Ja, ja het is heel mooi. Ik kom het ook natuurlijk met, uh, met personal training geven. Heel veel tegen. Veel uh, volgers ook uh, die, uh, die vanuit die hoek uh, met zichzelf aan de slag gaan. Het lijkt een heel groot thema inmiddels. Uh, de ja. zelfwaarde die. Steeds verder naar beneden lijkt te gaan. Alleen ik denk dat er nu gewoon veel meer informatie bekend is, ook daarover. Ik denk dat uh, ja, onze ouders en, en, en opa's en oma's daar ongetwijfeld ook mee te maken hadden, maar die konden daar dan niks over lezen en die gingen gewoon door. Ja, exact. Uh, maar nu vallen we, lijkt het in één keer meer om. Hoe komt dat dat mensen nu dan minder uh, kunnen hebben of <laughs> uh, dat, is dat ook echt zo? Ik weet niet of we minder kunnen hebben. Ik denk wel dat er veel meer. eigenlijk meer. Uh, triggers zijn. Er is zoveel meer. Uh, buiten ons. zeg maar wat een beroep op ons doet. Dus het vergelijk met een ander. bijvoorbeeld. is zoveel intenser dan het wellicht vroeger. Want vroeger had je alleen je buurman. Nu heb je de hele wereld ongeveer. waarmee je kan vergelijken. En overigens wat ik wel. Daarin, want het heeft natuurlijk allemaal voorzien en tegens. Weet je, enerzijds is dat natuurlijk lastiger omdat we veel meer mee moeten tussen aanhalingstekens met dat wat de wereld ons biedt. Er is veel meer kennis over beïnvloeding over, en die wordt ook echt heel ruim gebruikt. Dus je, ja, je staat ook de hele dag bloot aan uh, bijvoorbeeld allerlei apps die. Uh, ja, die worden bestierd door geniale mensen. die heel goed weten hoe beïnvloeding werkt. hoe ons brein werkt, et cetera. Dus die zorgen er echt voor dat je ja, daar heel moeilijk eigenlijk niet verslaafd aan wordt. En tegelijkertijd is die kennis ook voor ons allemaal beschikbaar. Dus wat ik eh, daar wel heel cool aan vind eigenlijk. wat voor mij misschien ook wel echt iets is wat ik. Ja, daar, daar kijk eigenlijk nog meer naar uit. of dat is echt wel iets waar ik me de komende jaren ook. Eh, alleen nog maar meer mee bezig wil houden. Eh, is zelfcoaching. Dus er is zoveel kennis uh, dat het eigenlijk wel voor iedereen mogelijk zou moeten kunnen zijn om uh, jezelf te coachen. Ja, dus eigenlijk ten... Dat is te gek. Uh, ja, dat is, dat echt is te gek. Uh, prachtig. Ja. Uh, het is heel dubbel eigenlijk, want het is heel mooi en ook heel moeilijk. Als je kijkt wat je zegt, uh, de drie generaties terug hadden ze alleen de buurman om te vergelijken. En nu, ja, soort van, ja. en nu elke keer als je je telefoon uh, o, ja, openslaat of, of uh, uh, oppakt, dan zie je in één keer van ja ik doe het goed maar, uh, maar mijn buurman of, uh, of mijn uh, degene die ik volg of de, de pagina's die op mijn pad komen die doen het allemaal beter dus ja. elke keer als je een prestatie hebt bereikt dan is er wel iemand die daar dan overheen gaat ja, ja of en die dat nog beter doet ja. dus die zelfcoaching die vind ik zelf ook heel mooi ik, ik, ik vind dat uh, enorm fascinerend uh, hoeveel ik heb kunnen leren ook van internet ook gewoon echt letterlijk uit de praktijk ja. Maar hoe pas je al die kennis die we dan vergaren, nu op social media toe. En hoe raken we niet overspoeld van al die kennis zonder dat we in beweging komen. Ik ben het nu al met je eens. We mm. moeten het simpeler maken. En ja. <laughs> ja. Nou, dat, ja, dat vind ik. Dat is. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En dat is ook wat ik heel erg leuk vind uh, om te doen. Dus uh, in mijn huis, uh, iemand die het extreem graag wil snappen. Mm -hmm. uh, en dus zich eindeloos heeft verdiept in allerlei godsdiensten, stromingen, theorieën, wetenschappelijk, maar ook mystiek, uh, om uiteindelijk die rode draad in kaart te brengen. Van, waar gaat dit nou steeds over? Waar gaat het eigenlijk elke keer weer over? Uh, dus naar welk, ja, waar kijken eigenlijk al die verschillende stromingen, waar kijken die nou eigenlijk naar? Wat proberen ze te duiden? En uh, als we dat nou eens bij elkaar brengen dan uh, ja, misschien ja. hebben we dan wel iets, uh, iets wezenlijks te pakken... en hoeven we niet al die stromingen en boeken et cetera te lezen. Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk ook de boeken die hierover gaan... hetzelfde proberen duidelijk te maken. En je, volgens mij hoor en zie je uh, op dit moment... ook heel veel eenduidige geluiden daarover. Je hoort natuurlijk heel veel over belemmerende overtuigingen. Uh, je hoort heel veel over hoe... Datgene wat we op dit moment denken en geloven, uh, voortkomt uit onze jeugd. Mm -hmm. nou, dat komt heel veel terug, ja. Dat komt heel veel terug. Maar dat, dat is niet voor niks. Maar dat maar, is, maar, is ook wel zo. Ik denk dat daar wel een, uh, een, ge een gedeelde waarheid in zit. Ja, ja. ja en, en om, om het. Uh, ja, weet je, laten we daar weer lekker stellig in zijn. Ik denk dat dat zo is. Ja. Om het een beetje chronologisch te houden, ja, dan kunnen we natuurlijk ook niet anders dan je boek nu vast meenemen in het, uh, in het gesprek. Ja. Ja, mooi, ja. Want uh, je, je begint dan inderdaad wat we vroeger meemaken. Um, ik heb die stelling wel eens vaker aangehaald in de podcast. Uh, het is niet zo dat kinderen van, uh, van 0 tot 7 uh, eigenlijk gewoon uh, vanaf hun uh, achtste levensjaar of zo met een schone lij beginnen. Dat is absoluut niet het geval. Nee, het, het gebeurt eigenlijk uh, van onze nou, tot ons zeven achtste jaar. Zoals de Jezuïeten al, uh, nou wat is het, duizend jaar geleden zeiden: geef ons kinderen tot zeven jaar en daarna maakt het ons niet meer uit wat ze gaan doen of wat je met ze doet. Ze worden precies zoals wij ze hebben geprogrammeerd. Dus Die eerste zeven jaar zijn ontzettend belangrijk. Die zijn bepalend voor je programma. En dat heeft alles te maken uh, met onder andere. Uh, de hersenfrequentie, die zit dan in theta, is dus eigenlijk hypnose staat. Dus wij gaan met onze kinderen om alsof dat ze gewoon gelijken zijn, in die zin dat ze hetzelfde zouden denken of hetzelfde in elkaar. En zo is het dus niet. Zij zijn nog onlosmakelijk verbonden ook met het geheel, dus zij kunnen nog veel moeilijker ook nuanceren wat van hun is en wat van de ander. Dus als er iets gebeurt buiten ze, wat bijvoorbeeld niet goed gaat dan voelen ze zich daar onderdeel van. Dus zij zijn daar mede schuldig bijvoorbeeld aan. Wat, wat dus goed is om daar rekening eigenlijk mee te houden, om te zorgen dat je inderdaad kijkt van, goh, waar is dat programma nou uh, gebouwd? Oh ja, dat wou ik erover zeggen. We downloaden ook zoveel makkelijker en zoveel meer in die periode. Het is natuurlijk een wereld waar wij in terechtkomen als we, als we jong en klein zijn. Dus het, het gaat dan even om, sorry dat ik uh, daar even ja. op inhaak, maar het, het downloaden, dat... Uh... Dat bedoel je echt mee dat de kinderen dingen opnemen en leren. Hè? Dat, dat exact. is een stuk. Dat ja. Ja, ja. gaat veel sneller en veel meer. Het gaat voor een miljoen keer meer. En, uh, en sneller dan. Uh, de computer is dan nog helemaal de... leeg. Ja, dat is ja. echt waanzinnig. Dus, ja. um, dus alles wat er in die periode gebeurt, gaat echt over wie je bent. Daarom zijn onze diepste overtuigingen ook zo heftig of eigenlijk zo, zo, zo diep. Omdat ze gaan over wie we denken te zijn. Kijk, dus. Wat, wat belangrijk daarin is even te noemen, dus van nature, op het moment dat wij, eh, zeg maar, voordat wij op deze aarde komen, of waar we vandaan komen, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat dat is wie we zijn. En we zijn natuurlijk helemaal oké, okay, er is niks mis met niemand niet. En daarin zijn we ook eigenlijk allemaal gelijk. Vervolgens, of gelijkwaardig, eh, en gelijk eigenlijk. En dan vervolgens worden we geboren, en iedereen wordt in een andere setting geboren. Uh, met andere ouders, in een andere omgeving, in een ander land, et cetera. Dus iedereen gaat binnen die context. Ook iets anders geloven over de wereld en zijn plek daarin. Dus zo op het moment dat je ouders uh, de wereld als onveilig ervaren en daar ook naar handelen, en jij groeit daarin op, dan is de kans dus heel groot dat jij de wereld als onveilig gaat zien. Op het moment dat je ouders de wereld als een mooie plek zien, en veilig, et cetera, en zelf ook die veiligheid bieden, dan vormt dat natuurlijk een ander beeld over de wereld. Kun je, kun je dat eens toelichten hoe een... Uh... En over jezelf. Ja. Ja, heel belangrijk. Ja. Ja. Hoe, hoe een uh, goede jeugd, of in ieder geval uh, periode van 0 tot 7 jaar eruit ziet. Of is dat, is dat niet zo kort samen te vatten? Maar waar, waar moet een uh, jeugd van 0 tot 7 aan voldoen? Wij kunnen ons dat niet meer herinneren, die periode. Uh, 0 tot 7, volgens mij. De eerste herinneringen komen, hmm. denk ik, bij de meeste vanaf 5 jaar. Ik, wat, wat daar goed is over te noemen. Want kijk, ik denk dat elke ouder zijn best doet. Uh -huh. En natuurlijk is vertrouwen super belangrijk. En natuurlijk is uh, luisteren naar je kinderen en ze de rust uh, gunnen en dat ze zich mogen ontwikkelen. Dat is allemaal super belangrijk en dat ze niet continu op hun donder krijgen en alles wordt gecorrigeerd. Dus ruimte, onder andere, is natuurlijk super relevant. Het belangrijkste is eigenlijk om te noemen dat ouders hun best doen. Maar ouders kunnen alleen maar geven wat ze zelf hebben. Dus meer dan dat is het ook niet. En daarin zijn, is iedereen beperkt en ouders zijn dus ook beperkt. En in die context gebeurt er natuurlijk ook van alles. Wat uh -huh. misschien anders is dan je had gehoopt als kind. Dus het kan zomaar zo zijn. dat je uh, verwacht had. dat je ouders je zouden helpen met school. Uh -huh. en uh, ja, ze geen tijd hadden. en uh, dat niet hebben gedaan. Nou, dan is het aan jou om daar de betekenis aan te geven. En dat kan op heel verschillende manieren. Uh, of als je niet opgehaald wordt. of uh, als er iets heftigs gebeurt, dan zie je dus hoe je ouders daarmee omgaan. En daarin is het ook goed om te noemen dat welke betekenis je daaraan geeft, is flinterdun. Ik weet een mooi voorbeeld van een, uh, dat is wel een heftig voorbeeld overigens, van, uh, van een tweeling, uh, een tweelingmeisje, en die die zien hoe hun moeder uh, het bericht krijgt dat hun vader overleden is aan de telefoon. En naast hun moeder staat hun tante, dus de zus. Van de moeder. En op het moment dat ze dat dus te horen krijgt. duikt ze in de armen van haar zus. Dus de tante van die meisjes. En dat ene meisje. dat besluit daar. hé, hey, als het dus echt helemaal fout gaat. dan heb je altijd steun. Mm. Dat andere meisje. kijkt ernaar. en die besluit. als het dus helemaal misgaat. dan vindt iedereen steun bij elkaar. En sta ik er alleen voor. Dus. Kinderen zullen altijd hun eigen betekenissen geven aan datgene wat er gebeurt in een setting. Nogmaals, daar gaat echt niet van al, er gaan echt wel ja. dingen mis in elke jeugd. Dus een kind besluit altijd om, ja, dat is nog even goed om te noemen. Als wij opgroeien in een context, dan is het van belang dat we de wereld snappen. En um, dus trekken we conclusies die, die het voor ons snapbaar maken, overzichtelijk maken. Uh, en dat betekent onder andere dat, uh, nou ja, als bijvoorbeeld uh, uh, je, je, je vader, uh, je alles uit je handen gerist, dat uh, je kan besluiten van goh, ja, kennelijk kan ik het niet. Of uh, als, uh, ik zeg wel eens gek schreeuwen tegen mijn kinderen, zeg ik ook wel eens van, als je aan brommers wil kunnen klussen, dan moet je even naar de overbuurman kijken. <laughs> Weet je, dus, maar wat belangrijk daarin is, is dat... Een kind trekt daaruit zijn conclusies om de uh -huh. wereld te snappen. Is dat helder als ik dat zo zeg? Ja, dus het gaat erover dat je um, dat je verantwoording het... moet nemen. Of dat het. Nou, een kind snapt natuurlijk heel veel niet van wat er gebeurt in de wereld. Uh -huh. En uh, op het moment dat er iets gebeurt wat eigenlijk lastig is of moeilijk is, uh, ja, als, je, als je ouders er niet voor je zijn, uh, als jij thuis komt en je bent gevallen met de fiets. Uh, dan probeer je die wereld te snappen. En dan kan het zomaar zo zijn dat je denkt: oh, wacht eens eventjes, ja, nou, kennelijk vinden ze me niet lief. Of kennelijk ben ik niet belangrijk. Je geeft daar zelf als kind betekenis aan. Hm. Want dan snap je de wereld weer. Ja. Ja, een voorbeeld wat ik eerder al even noemde, uh, is um, een kind dat zijn moeder ziet huilen. Uh, terwijl het gisteren nog uh, heel vrolijk was, maar toen had, had dat kind een, een tekening gemaakt. Ja, dus kan het kind zomaar besluiten: ah, ik heb vandaag geen tekening gemaakt. Dan is ze daardoor ongelukkig. En dat is mijn schuld. Ja, ergens hebben wij allemaal als kind. Misschien is dat ook wel, heeft dat daar wel mee te maken onze ouders gelukkig te maken. Dat zit eigenlijk in elk kind. Ja. Uh, omdat dat ook veiligheid biedt. Dus als je het goed doet voor je ouders, als je je aanpast mm -hmm. en inpast, dan, uh, ja, dan, dan, dan heb je minder shit op je boord liggen als ja. kind. Dus, uh, dus vandaar ook een wens om je ouders daarin. Uh, in te voorzien. Hoe, hoe draai je dat om? Hè? Het klinkt natuurlijk uh, als, als een beetje ja, is de, de oplossing eigenlijk wel. Hè? Het is heel, soms is de oplossing heel simpel, alleen de uitvoering in de praktijk wat lastiger. Mm -hmm. Hoe kun je um, die perceptie, hoe je dingen ziet, veranderen? Omdat heel veel dingen gebeuren natuurlijk in, uh, in de emotie of je raakt in de emotie. Ja. Uh, laten we zeggen ook, uh, ja, mijn vader, uh, ja. Doet iets wat ik niet leuk vind. Ik noem maar een voorbeeld. Ik kan even mm -hmm. nu niet op een voorbeeld komen. Maar nee. dat raakt mij enorm. Yeah. En dat, dat, dat is een overtuiging die ik dan hè, mijn eerste zeven jaar heb uh, ontwikkeld. Dat zit natuurlijk heel diep. Hè? Daar hadden we het al eerder over. Het yeah. zit echt op celniveau. En hoe kun je dat dan even zo uh, heel simpel gezegd even aanpassen? Hoe, hoe, ga je, hoe ga je daarmee aan de slag? Nou, even aanpassen denk ik dat het ook niet zo simpel is. Ik krijg wel eens zeggen mensen ook die met mij uh, uh, zeg maar, uh, op gesprek komen. Ik ook wel eens, kijk, het slechte nieuws is dat het uh, niet zomaar weggaat. <laughs> het goede <laughs> nieuws is dat je een keuze hebt, dus dat je kan kiezen, maar dan moet je je wel bewust zijn van die keuze. Ik had het net al even over zelfcoaching. Nou, voor die zelfcoaching is bewustwording extreem relevant. En dan gaat het voor mij vooral over de bewustwording van de keuze die wij in ieder moment hebben, namelijk of mee te gaan met die overtuiging die speelt Hè, niet goed genoeg te zijn of niet bij te horen of niet hoe te doen, et cetera ofwel dat wat eigenlijk waar is over ons. Dus dat we oké okay zijn, dat er niks mis is. Nou, die keuze heb je ooit gemaakt in een situatie lang geleden. Mm -hmm. En toen heb je besloten om jezelf eigenlijk te beschermen, om te passen... Hè? om, om, om die, die setting snapbaar te maken. Uh, het is eigenlijk een beschermer dus. Dat heb je toen besloten. Kijk, het is alleen ja, heel onlogisch eigenlijk, maar dat is wel wat we doen. We nemen dat mee, gewoon de rest van ons leven. En het is natuurlijk helemaal niet nodig om als volwassen keel zoals jij... Diezelfde overtuiging nog steeds te geloven. Dus waar het om gaat is, is dat je bewust bent, eigenlijk in dat moment: van hé, hey, wacht eens even. Ik word getriggerd. Nou, dan is mijn vraag aan jou: hoe weet je dat je getriggerd wordt? Ja, voor, voor mij is dat, dat hadden we hadden het net ook al voor de podcast even over: als er iets gebeurt, ik word boos, mijn of ademhaling je? gaat omhoog, uh, ik, ik word uh, woedend. Hè? Dat. Ja. Uh, mij is dat een thema waar ik uh, aan werk. Het uh, is iets een fysieke gebeurt? sensatie. Je ja, dus ja. kan het een emotie noemen, maar er zitten ook nog allerlei fysieke verschijnselen aan, droge mond of uh, eh, boos. Of, uh, um, en dat herkennen niet zozeer uh, als reden voor datgene wat gebeurt. Eigenlijk is datgene wat gebeurt een aanleiding. De oorzaak die ligt veel vroeger. Dus eigenlijk herbeleef je iets wat je vroeger hebt meegemaakt. Wat ik heel vrij vind, en wat ik ook mooi vind om te doen, is terug te gaan eigenlijk een beetje naar die oorsprong. Van hé, hey, waar gaat dit eigenlijk over? Dus op het moment dat iemand iets zegt, of je vader dat nou is, of een vriend dat is, of wie dan ook, en je voelt dat als een trigger, dan is het natuurlijk heel erg interessant om te onderzoeken waar gaat die eigenlijk over. En die, dat gevoel, want dat is ook wel een leuke vraag, dat gevoel had je dat voor het eerst. Mm -hmm. Had je dat voor het eerst of had je het eerder meegemaakt? Bij mij, in mijn geval, uh, ja. komt dat regelmatig voor, ja. Exact. Dus ja. het gaat niet over de aanleiding. Het gaat niet over je vader of die vriend of de situatie. Het gaat echt over onszelf. Dat is duidelijk. Dan. Helder? Toch? Ja, ja, zeker. Nou, als het helemaal over onszelf gaat, dat is supercool, want dan ligt daar ook de oplossing. Dus ik zeg dat wel eens vaker, weet je. Um, als je echt doorhebt dat de oorzaak van dat rotgevoel of dat negatieve denken in onszelf ligt, ja, dan ben je natuurlijk heel dicht ook bij de oplossing. Die ben je dus ook altijd zelf. Dus door dat gevoel te volgen, en dit is wel heel cool hoor, dat kun je een beetje ertussendoor. Als je uh, probeert te herinneren met je hoofd, dan gaat dat, er zijn mensen die het hebben gemeten, dat is een wetenschap, dan gaat het ongeveer met een snelheid van 60 bit per seconde. Als je gaat herinneren via je gevoel, dus aan het gevoel eigenlijk vraagt, en ik moet dan altijd mijn ogen dicht doen, dat vraag ik ook altijd en mensen even al je ogen dicht. Nou, dan kun je je ogen dicht en kun je dat gevoel gaan volgen in je lichaam mm -hmm. ja, van boosheid of irritatie of teleurstelling of verdriet, wat er eigenlijk allemaal. Dan gaat dat met de snelheid van, van 13,2 miljoen bit per seconde. Dus is ongeveer 200.000 keer sneller dan, uh, dan wanneer we dat denken met ons hoofd doen. Dan kun je, als je dat gevoel volgt, ook bij eerdere herinneringen komen. En misschien zelfs wel bij een herinnering uit je jeugd. Hoe, hoe maak je dat onderscheid? Hè? Je zegt, nou, we doen heel veel volgens mij vanuit ons hoofd. Nou ja, meestal. Hoe, hoe kom je terug bij dat gevoel? Hoe kun je, hoe kun je meer daar richting aan geven? Nee, ik wil mijn gevoel nu wat meer gaan uh, aanspreken. En dat is natuurlijk ook, als je dit nu zo zegt, zo'n groot verschil. Daar ligt de oplossing. Hoe kom ik dan bij die oplossing om dat gevoel te herkennen? Nou, de meeste mensen, en jij gaf dat zelf eigenlijk ook al aan, vindt het eigenlijk ook wel uh, grappig. Uh, op het moment dat jij zegt dat je geïrriteerd of boos bent, uh -huh. dan zit je al bij een gevoel. Dat is ook een gevoel, ja. dat is een emotie. De vraag is of je hem wil. Nee nee, nee, nee. Nou, De grap is, die emotie is er voor jou, want die duidt eigenlijk iets van gevaar. Wat je vroeger hebt aange aangekaart eigenlijk als gevaar. Dus je wordt aangevallen. Dat is ook de reden waarom je de neiging hebt om je te verdedigen. Eh, via vechten of eh, dus de confrontatie aangaan. Ofwel het uit de weg gaan vluchten. Ofwel je bevriest. Dat vind ik eigenlijk het meest comfortabele. Ja. Dat je denkt, van, ik dacht toch nog iets. Maar ik kan toch nog denken. Maar dat is dan ook niet zo. Of pleasen. Of je gaat heel erg je best doen om het ander naar de zin te maken. Nou, het belangrijkste in ieder geval is dat je die emotie dus volgt. Ja, je gevoel. Het ging over. Ja, het gevoel, dat gevoel. Ja, ja, Gevoel en emotie zijn in mijn optiek hetzelfde. Eigenlijk is een emotie een gevoel, maar mm -hmm. dan met een betekenis. Uh, want die gaat namelijk helemaal over jou. En de grap is je, dat op het moment dat je, die, dat je die emotie hebt en dat je dat gevoel hebt, dan kun je dus ook voelen. En daar wil je in blijven dus eigenlijk. Die, ja, precies. Dus eigenlijk datgene waar je eigenlijk uit wil, daar ga je nu juist in. Dat is eigenlijk steeds de uitnodiging. Want we hebben de neiging om er van weg te willen. Dat is logisch. Ja, omdat je bang bent dat het escaleert of te hoog oploopt exact. of wat dan ook. Ja, ja. Dus eigenlijk wil je... Maar Hoe... de kunst is eigenlijk te erkennen dat het gevoel er is. En te erkennen dat er dus iets is uh, waartegen je wil gaan verdedigen. Maar de vraag is of die verdediging zo nodig is. Want uiteindelijk verdedig je je tegen een betekenis die je zelf hebt gegeven op basis van dat geloof. Op basis van die overtuiging waar we het net over hadden. Dus misschien even goed om uit te leggen. Ja, dus in, okay, in de kern zijn we natuurlijk helemaal oké. Okay. Dan vervolgens vorm je een beeld over wie je denkt dat je bent. En dat doe je eigenlijk op basis uh, van, van, van uh, nou, je noemt het de uh, mentale wetten en zo, maar op basis van allerlei gebeurtenissen in je jeugd die je hebt meegemaakt, die minder leuk waren. Dat is eigenlijk gerelateerd aan angst. Daar zitten die overtuigingen. De vorm je van oh, ik moet wel heel erg mijn best doen, of ik moet wel goed opletten voordat ik iets zeg. Of uh, ik moet wel heel precies zijn, want anders dan, uh, mag ik niet meer meedoen. Uh, ja. moet allemaal. Maar. En op het moment dat die overtuigingen geraakt worden, dan voel je dat. Dat zijn eigenlijk sleuteltjes naar die overtuigingen. Nou, die emoties willen we niet voelen. En daarom bouwen we een persoonlijkheid. Daarom bouwen we een masker. Dus persoonlijkheid betekent in de oudheid, als je teruggaat naar Latijn en Grieks, et cetera, het Ruskisch, betekent masker. Dus je maakt een masker om te zorgen dat je minder geraakt wordt. Dus je gaat je verdedigen. Maar de grap is, die verdediging die vindt plaats op basis... Want de betekenis die je geeft aan datgene wat in de wereld gebeurt... op basis van die overtuigingen die je hebt, gevoel, uh, hebt gevormd... over jezelf en over de wereld. Dus niet goed genoeg of nou ja wat ik net al, uh, al aangaf. Dus eigenlijk verdedig je jezelf tegen een aanval die je zelf creëert. Dus eigenlijk verdedig je jezelf, daar komt het even op neer... door, um, door bij die emoties weg te blijven. Ik word heel erg boos om een bepaalde situatie. Ja. Uit angst dat ik explodeer, ik noem maar wat... Uh, dat wil ik niet, dus ik ga weg. Mm -hmm. Verdwijn ik door mezelf daartegen te verdedigen? Steeds verder bij mezelf uh, ga ik ste ja, steeds verder bij mezelf weg. Even denken. Uh, ja, bij wie je van nature bent. Bij ja. wie je van nature bent, ja. want eigenlijk ja. ligt daar de oplossing. Ik word boos, ja, wat is dat? Ik, ik ga het niet onderzoeken, ik ga het uit de weg. Exact, ja. Dus ik, ik leer minder over mezelf. En het blijft terugkomen, net zolang tot ik het aanga. Sterker nog, je creëert het zelfs want Omdat je, zeg maar, op, op het moment dat ik, uh, nou, even uh, weer een voorbeeld nemen. Uh, op het moment dat ik nu heel moeilijk ga kijken naar jou. Ja, dan is de vraag wat jij daar voor betekenis aan geeft. Of als ja. jij uh, misschien nu heel vraagend gaat zitten kijken. Dan zal ik denken, oh, kennelijk snapt die me niet. Of iets van, ja, dan ga ik het nog een keer uitleggen. Ja. En dan, uh, dan uh, als, ik, als ik dat zou kunnen, dan zou ik je ook nog even aanraken. En dan zou ik je erbij trekken, misschien nog wat harder gaan praten. En dan zou je denken, what the fuck? Ja. Gast, weet je, waarom ben je het nou nog een keer aan het uitleggen? Dat was omdat ik de betekenis gaf dat jij het niet snapte. Terwijl jij misschien wel gewoon uh, super geïnteresseerd kijkt altijd als je vragen <hums> Dus uh, misschien heb jij wel een heel ander idee. Kijk, we weten nooit wat de ander denkt of wat de ander voelt. Maar we vullen het wel heel graag in. Op basis van datgene wat we zelf geloven. Dus ik zie jou zoals ik denk dat jij bent. Ja. Maar dat we vullen is... heel veel in, dus eigenlijk. Ja, we vullen ja. alles in. We doen alles op basis van aannames. Ja. En dat, en dat zorgt voor een hele uh, beperkende situatie eigenlijk. Dat je, uh, nou, door ik heb beperkt zicht, dat weet ik in ieder geval zeker. <laughs> en wellicht heb jij dat ook. Ja, dus ik kan jou alleen maar zien door de bril van mij. Ja. En ik kan het vragen natuurlijk ook. Is dat dan ook een, een goede oplossing om dat te gaan vragen? Of misschien jezelf vragen te stellen oprecht. Dus jij als, jij, als ik jouw vragen zie kijken, dat ik dan zou kunnen vragen van begrijp je wat ik zeg? Hè? Dat, zei je dat al. zou bijvoorbeeld kunnen, maar dat, dat gaat makkelijker op het moment dat je je gewaar bent van de emotie die het oproept en ja. daar niet meteen op reageert. Ja, maar stel precies. je voor kijk, uh, dat je dat, dat een emotie oppopt. en uh, dat je denkt, hé hey, wacht even, deze ken ik dus. Dat is zoals ik net al zei, die emoties gaan allemaal over onszelf. Dus die wil je eigenlijk iets vertellen. En je erkent dat die emotie er is. En je ademt even rustig. Hè? Dus ja, je ja. is altijd fijn ademen. Mm -hmm. Adem even, vind ik, oh ja, wacht even, deze ken ik wel. Want hier staat dat kleine jongetje op de speelplaats die uh, niet mee mocht doen. En daar besloot van, ik hoor er niet bij. Of iets van die naart. Mm -hmm. Nou, dan heb ik de keuze. Ga ik daarin mee? Of mag ik iets anders geloven? Is ja. iets anders waar? Nou, op het moment dat ik daar kan besluiten van, oh, wacht eens even. Hmm. Daar hoef ik dus helemaal niet heen. Dan heb ik dus een keuze. En ik noem dat de keuze eigenlijk tussen ik één en ik twee. En dat staat ook in je boek, hè? Om gelijk een, dan, Precies, ja. ik eenheid en ik twee strijd. Dus ik twee, de twee strijd. Die heeft een heel beeld over zichzelf gevormd. Over wie die denkt dat die is. Hoe een beeld in elkaar zit. En die definities even iets, iets verder uh, uitgelicht. Je hebt gekozen in je boek hè, om natuurlijk uh, voor het boek te schrijven: Ik ben geweldig. Ja. Al denk ik van niet. Ja. Dat is natuurlijk de hele essentie hè. Waar, ja. waar we mee kampen. Ik denk dat heel veel mensen zich daarin kunnen vinden, ja. uh, die het misschien niet eens hardop durven zeggen. Um, in je boek heb je gekozen voor Ik 1 en Ik 2. Waarom heb je daarvoor specifiek gekozen? Nou, dat is een leuke vraag. Dat is helemaal op het laatst eigenlijk. Is die eraan uh, toegevoegd. Dit is wel een grappig verhaaltje trouwens. Ik deed dit met mijn kinderen al heel lang. Dus uh, ik uh, vroeg dan bijvoorbeeld als uh, een van mijn kinderen... een beetje vastlief op school. Of uh, eh, laat ik even mijn oudste nemen, Philip. Die, uh, ja, die liep dan bijvoorbeeld aan hoe het in, in, in de groep ging... met andere jongens, et cetera, et cetera. En dan zei ik, nou zeg maar, weet je, hoe... Uh, ja, wat, wat denk je dan eigenlijk? Uh, uh, um, nou ja, dat, uh, ik veel, dat ze hem niet leuk vinden of iets van die. Nou, dat hebben we gekoppeld aan Philip 2, aan ik 2. En vervolgens zei ik: van Oké, okay, maar wat is dan eigenlijk waar? Weet je, en waar kies je dan voor? Want uh, Philip 1, ik 1, is ja, die is helemaal oké, okay. die is zelfverzekerd en die, uh, die durft en die, uh, die, is, uh, ja, die gelooft in zichzelf en die is leuk en. Uh, ik oké, okay. dus ik schrijf ik dan vaak van goh, waar kies je voor? Ze zei, oh ja, nee, dan, dan kies ik voor uh, Filip 1. Of ik 1. En later deed ik dat bij mijn andere kinderen ook. Nou, op een gegeven moment stond ik op een borrel en uh, toen hoorde ik mijn vriendin uitleggen wat ik deed. En die vertelde toen over, oh nou, dat is eigenlijk heel simpel hoor. Want uh, nou, zoals hij dat met zijn kinderen doet, uh, uh -huh. dan zegt hij gewoon, uh, nou, wat uh, kies je? Ik 1 of ik 2? En ik 1 is dan. Uh, de versie die helemaal oké okay is. En ik, twee, is de versie die twijfelt aan zichzelf en die onzeker is. En, uh, nou, zo dus. En die kerel aan wie ze dat uitlegde, die zei van: Oh, oh nou, dat is heel helder. En ik weet het Oké, okay, zo helder uh, heb ik het nooit. Weet je, mensen zeggen nooit van: Oh, helemaal helder. Ik ben al best wel bezig om uit te leggen wat ik doe. En toen dacht ik: Oh, dat is eigenlijk wel fantastisch. Dat ga ik, dat ga ik dus ook in het boek verder inbrengen. Want ik had het boek eigenlijk geschreven. En toen heb ik uiteindelijk ervoor gekozen om ik 1 en ik 2 ja, als duiding daarin uh, toe te voegen, omdat het zo ontzettend verhelderend werkt. Ik had uh, deze week een uh, keer aan de telefoon en die, die zei: oh, Ik vind je verhaaltjes zo op LinkedIn zo leuk. En uh, toen zei ik: Oké, okay, maar vertel eens waarom dan? Toen zei hij: Omdat met dat ik 1 en ik 2, je iets wat zo vaak zo complex wordt gemaakt uh, in ons hoofd, hè. ons hoofd maakt graag dingen complex, hm. dat maak je eigenlijk heel eenvoudig, veel simpel. Nou, en dat, uh, dat vond ik super fijn om te horen, want dat is ook de hele wens. En de neiging is elke keer weer om het complexer te maken dan het werkelijk is. Dat is toch wat we doen? Hoe komt het dan dat wij dat doen? Dat doet ons brein. Ons brein uh, kan eindeloos verbindingen leggen. Dat is wat ons echt onderscheidt van, uh, van al het andere in de natuur. En uh, ja, die is eigenlijk altijd probleemoplossingsgericht bezig. Dus uh, zolang het uh, mag oplossen, vindt het prachtig. Dus uh, het is echt uh, heel fascinerend. Um, moet je voorstellen wat er zou gebeuren als je tegen het brein zegt: Alles is al opgelost. Krijg je kortsluiting? wellicht, ja. <laughs> ja. Dus we hebben de neiging om continu dingen met elkaar te verbinden. Um, en alles te willen verklaren, is dat ook? Alles zo? te willen verklaren, ja. Ja. ja, exact. Met name dat stuk wat eigenlijk niet zo goed te verklaren is. Maar dat is die kern van wie ja. we eigenlijk echt zijn. Is, is dat dan ook uh, gelijk ook een, een valkuil waarbij, hè, want ik, ik vind het heel interessant, dat, dat, we hebben elkaar natuurlijk aan de telefoon ook even gesproken over uh, mensen die, uh, die met hun gezondheid bezig zijn, maar uh, ja, waarom komen we zo moeilijk in beweging? Dat is het lastige. We hebben al die kennis, ja. we hebben al die, die wetenschap, en of, of het dan wetenschappelijk of praktijkervaring is, we hebben zoveel. Kennis tot onze beschikking, maar het lijkt steeds moeilijker voor mensen om in beweging te komen. Om te zeggen, ook weet je wat, ik ga nu gewoon beginnen. Is het dan omdat we zoveel weten? Of, of dat we te veel gefocust zijn op het einddoel? Doordat we al die kennis hebben? Of doordat we social media hebben? Ik vraag me af of uh, de meeste mensen die kennis hebben. Ik denk eigenlijk niet. Dus het ligt niet aan dat we uh, de kennis wel hebben, maar gewoon niet in actie komen. Omdat we te veel twijfelen. Om nee, doelen te dat, bereiken. Ik denk dat de meeste mensen deze kennis eigenlijk helemaal niet hebben en het idee hebben dat dat wat ze denken, dat dat waar is. Ik denk niet dat heel veel mensen hun gedachten in twijfel trekken. Oh, dat of is ik? interessant. Ja, dat is heel interessant. Ja, ja, ik dus, dacht eigenlijk uh, tot aan nu. Misschien nog steeds nee, maar ik denk, ik, uh, mijn overtuiging was heel erg, dat is mijn overtuiging dan. Maar van mensen die niet in beweging komen, is dat ze wel de kennis hebben, maar gewoon niet in beweging komen. Maar daar zit dan ook weer een stukje hè, de kennis die ze hebben, de overtuiging uh, van zichzelf dat ze het niet kunnen, of dat ze het toch niet gaan halen, of dat ze niet goed genoeg zijn, of dat het geen zin heeft, of dat iets anders bijvoorbeeld uh, zich aandient, wat op de korte termijn uh, hun behoeften meer invult. Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk wel relevant, weet je. Er is, uh, okay, laten we het even zo noemen, ik twee, of het ego, of de denker, mm -hmm. die, uh, nou, dit moet even terug. In de kern, hè, dat zei ik net, wie we zijn, dat is helemaal oké. Okay. Maar dat is ook overvloed. Dus alles wat ik wens of alles wat ik verlang, heb ik eigenlijk al in mij. De denker, ik twee, het ego, wie ik denk dat ik ben, welke woorden we daar ook aan geven, die leeft in schaarste, die mist iets. Die heeft daar een oplossing voor. Namelijk datgene wat die, uh, zeg maar die schaarste op te lossen buiten zichzelf. En we noemen dat uh, nou ja, substituten of alternatieven voor dat goede gevoel. Dat is ook hè, wat je aangeeft in je boek, het verhaal van Adam en Eva. Zij hadden alles al, ja. willen meer en eindigen met niks. Nou ja, dus op het moment dat je bij Siddhartha, zeg maar, Boeddha was het hetzelfde. Die woonde ook in een paleis waar de dood niet bestond en alles even mooi bleef, et cetera, en uh, jong. En die is ook naar buiten gegaan. En daar kwam hij in contact met een wereld waar dood was en waar verval was, et cetera. Dus uh, in onszelf is dat paradijs. De peace of heaven is within. Dat is een, uh, een uitspraak. Zodra wij van zijn naar denken gaan, ja, dan zijn we eigenlijk uit het paradijs. Dan zitten we dus ook in die schaarste. Maar die schaarste willen we graag oplossen. En omdat we niet die weg terug weten te vinden, willen we die oplossing graag buiten onszelf. Buiten onszelf kunnen we allerlei zaken aanwenden die ons een goed gevoel geven. En dat kan een partner zijn, dat kan nou, seks, drugs, rock and roll zijn. Noem eens wat, wat, wat heb jij voor substituten of alternatieven? Uh, Netflix, uh, exact. Uh, wel eens alcohol. Ja. Uh, een glaasje wijn op z'n tijd. Ja, maar het kan ook een fiets zijn, het kan geld zijn, het kan een auto zijn. Weet je? Ja. Maar het kan ook waardering zijn, het mm -hmm. kan erkenning zijn. Dus als dat in onszelf wat minder leeft. Dus als mijn, mijn zelfvertrouwen bijvoorbeeld gezakt is, dan wil ik graag waardering van de buitenkant. Als ik onrust ervaar in mij, dan wil ik graag dat oplossen door bijvoorbeeld afleiding, door Netflix buiten mij. Het lastige alleen daarvan is dat al die substituten of al die alternatieven mm -hmm. die zijn allemaal tijdelijk. Dus even, dat is om, echt het kenmerk daarvan. Het, om het kort samen te vatten: dus mensen die dus bepaalde verlangens hebben, ergens mee zitten, wat willen bereiken of dingen missen vooral, mm -hmm. die gaan het over het algemeen uh, buiten zichzelf zoeken met uh, alternatieven of middelen die uh, verslavend zijn en maar. Op korte termijn, ja. En op korte termijn maar helpen, maar die vullen, die leegte die ze dus van binnen voelen, vullen dat helemaal niet op. Nee, en daarom willen ze er steeds meer van. Nou, was jouw vraag net van hey, als je dan heel graag wil sporten, of als je dan graag iets goed voor jezelf doet, waarom lukt dat dan niet? Nou, dan is er waarschijnlijk iets anders. Wat op een kortere termijn hun behoefte invult. En dat kan bijvoorbeeld lekker op de bank blijven zitten. zijn, ja, ja, ja. <laughs> Omdat je je daar best oké okay bij voelt. Het lastige hiervan is, en uh, ja, daar hebben we het net al even over, de tijdelijkheid, is dat dat op de korte termijn wel invult. Maar op de langere termijn kaatst die terug. En komt die terug bij de overtuiging. Dat is wel echt, dit is, uh, ze, noemen dat uh, ook wel de self-fulfilling prophecy. Uh, dus de zelfvervullende, wat is dat? Uh, uh, wat Is prophecy eigenlijk voorspelling? ja, ik ken de term wel, maar ik uh, ja. de vertaling niet. Nee, ik ook niet. Hij wordt in Nederland eigenlijk ook altijd zo genoemd. Dus op het moment dat ik schaarste ervaar, of uh, weet je, met eten is een mooi voorbeeld. Dus uh, ik ervaar, uh, pff, nou, ik voel me niet zo lekker en ik loop een beetje, uh, whatever. Ik denk, weet je wat, ik heb in de, in de koelkast heb ik nog een stuk chocola liggen. Ik ga eens even wat lekkers uh, pakken. Dan kom ik daar aan en denk af is dit verstandig? en ik had toch besloten wat gezonder te leven. Okay. Ik denk, weet je wat? Dan eet ik die hele reep wel op. Nou, je voelt hem al aan. Dat is op de korte termijn natuurlijk een prima invulling. Want ik voel me daar best wel oké okay mee. Best ja, lekker, zo'n reep chocola. Ja, vijf minuten. Maar al heel snel daarna... Ja, dan komt het diepe besef natuurlijk van... fuck, wat ben ik toch eigenlijk zwak? Of iets van die aard Maar dat is eigenlijk de basis van waaruit ik vertrok... op het moment dat ik dat ging doen. Simpeler voorbeeld... Uh, wij, hebben, wij hebben nu een uh, meningsverschil. En er komt een moment dat ik denk, fuck, ik kom hier niet meer uit. Dus uh, hij loopt me onder tafel of iets van die aard. Mm -hmm. En uh, ik denk, uh, ja, ik voldoe je niet. Dus wat kan ik doen? Ik kan jou bijvoorbeeld, om het even heel uh, plat te zeggen, bijvoorbeeld een hoek uitdelen. Dan heb ik mijn probleem opgelost op de korte termijn. Dit is echt de confrontatie gaan. Dit is vechten eigenlijk. Ja, maar, ja. Ik noem het daar straks al even, even een paar defensiemechanismen. Nou, dit is er een van, dit is vechten. Dat lost iets op. In het moment, maar niet heel lang. Want daarna komt hij natuurlijk weer terug. En dan zal ik dus bevestigd zien niet goed genoeg te zijn of niet toereikend. Waar ik vandaan kwam. Dus het cirkeltje is eigenlijk altijd rond. Is dat helder als ik dat zo benoem? Dus we, we voldoen eigenlijk altijd aan onze eigen vraag. Dus op het moment dat ik het idee heb dat ik aan het falen ben, dan zal ik eigenlijk altijd gedrag vertonen wat daarmee in lijn is. Misschien niet op de korte termijn zo lijkend. Maar hij komt daarna komt hij weer terug. Is dat, is dat duidelijk? Ja, ik dus, kan eindeloos van dit soort voorbeelden Ja, Ja, nee, maar dat is denk ik wel goed. Het gaat dus, denk ik om, wanneer je een probleem hebt... dan is de invulling, uh, hoe, hoe je dat gewend bent om op te lossen... vaak niet de oplossing. Dus dat houdt in... Uh, nou, ik, ik, ik denk elke ochtend van, nou, ik, ik loop hier de trap op naar werk... en ik doe veel een krachttraining. Ja. Het is niet letterlijk zo. Maar vaak denken mensen dat ik altijd ook conditioneel fit ben. Vooral ja. fysiek fit, maar... Ik zou wat meer aan mijn conditie kunnen doen. Dat gaat dan over mij. Vooral in de zomer tennis ik dan. Maar in de winter ja, is het wat kouder, hardlopen, niet super. Dus dan ja. denk ik, ja, dan doe ik maar niks. Dus ik denk eigenlijk, nou weet je wat, ik, ik moet echt uh, wat aan mijn conditie gaan doen. Ja. En dan denk ik denk ook, nou weet je, laat maar. Of ik, ik, ik ga het op een andere manier invullen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. denk ik, nou, ik ga wel wat harde krachttraining doen. Maar eigenlijk moet ik gewoon conditietraining gaan doen. Ja. Dus dan ga ik meer krachttraining doen, maar uiteindelijk blijft mijn conditie nog steeds achter. Dus ja. een, een een voorbeeld, misschien niet het beste voorbeeld, maar. Nee, maar dat is een prima voorbeeld. De vraag alleen is, wat wil ik echt? Ja, en daar meer en op is, blijven haken. Dat, en dat is dus de vraag, weet je, wil je dat echt? Kijk, als je ga even uit van het feit dat je helemaal oké okay bent, je kunt gewoon contact maken met van, hey, I'm oké, okay, I'm totally oké. Okay. Dan is alles wat vervolgens daarvan uit, wat je doet, is logischerwijs daarmee in lijn. Ja, dus als ik binnenuit voor ik ben echt een koning, dan mm -hmm. is het niet heel moeilijk om jou ontzettend vriendelijk te benaderen? Nee. Want dat is een logisch gevolg daarvan. Maar als ik eigenlijk geloof dat ik een eikel ben, of, uh, of, nou ja, niet empathisch, hoe we dat ook noemen, niet zo aardig, geen koning, ja, dan is het heel moeilijk om dat gedrag te vertonen. Dat is wel interessant, ja. Dus er zijn natuurlijk ook mensen. Sommige mensen zijn heel aardig en sommige mensen zijn niet aardig. Ja, dat waar, dat... waar dat uit voortkomt bedoel je? <laughs> ja, ja. Dat dat, ja. dat, dat, dat lijkt je dan aan te geven ja. dat. Mensen die niet zo aardig zijn, die hebben dus niet zo'n goed zelfbeeld. Of die, nou, die, die zijn... hebben een minder positief beeld over zichzelf. Ja, dat is wel dus interessant. hun gedrag is in lijn daarmee. Dat is interessant, ja. ja. Dus... dus alles wat je, wat je dus zelf uh, hoe zeg het, uit, ook goed. naar anderen, hoe je praat, hoe je denkt, hoe je doet, dat zegt heel veel over jezelf. Alles. Ja. alles. Dus daarom ja. is het ook zo zinloos om het gedrag van een ander persoonlijk te nemen. Het is echt een hele mooie. Het is mooi dat je dit noemt. Het is. Wij nemen natuurlijk continu alles, van alles, persoonlijk. Ja. Dus alles jouw gaat gedrag. Over ons. Ja. Denk ik. Oh, dat gaat over mij. Maar het gaat helemaal niet over mij. Dat gaat over jou. Tenzij ik besluit dat het over mij gaat. Ja, dat is heel interessant. En dan ja. ga ik daar weer op reageren. Dat, en dat is steeds wat er aan de hand is. Dus eigenlijk wat we te doen hebben is eerst even voelen van: hoe is dit voor mij? Hoe is dit in mij? Ja. En van daaruit, ofwel te reageren, ofwel mm -hmm. te reageren of ageren, eigenlijk. Dus um, om even in een voetbalterm te zijn, weet je, dus als je, als, je, als je de bal heel hard aangeschoten krijgt, ja, wat doe je dan? Je hebt eigenlijk twee opties. Ofwel je kaatst hem meteen terug, maar dan moet je even kijken of die daaruit komt waar je had gehoopt. Ofwel je controleert hem en maakt een actie. Weet je. Dat, is, dat is het verschil echt tussen een reactie en een actie. Dus de vraag is, ben ik in staat mezelf te beheersen? Ben ja, ik in mooi, staat mezelf ja. even te onderzoeken van wat kan ik hier iets mee? Nou, en ik kan niet invullen voor jou hoe belangrijk het is om bijvoorbeeld je conditie te, eh, te, te verhogen. Maar ik kan me voorstellen dat als je heel lekker in je vel zit, dat dat veel minder moeite kost als dat iets is wat je graag wil en weet dat dat goed voor jou is, dan wanneer je wat minder lekker in je vel zit. Want dan kies je iets anders. Maar dat, dat vind ik een hele interessant om daar dan even op in te haken. Want hoe, ja. hoe gaan we dat doorbreken? Dat, dat stukje van... Uh, ja, ik denk dat mensen echt wel begrijpen ook van, ja, weet je, mijn overtuiging die klopt niet helemaal. Maar ja. nee. we zijn natuurlijk zo druk met werk en we hebben al zoveel afspraken. En dat lijkt ook oké, okay, hoe, hoe kom ik even tot die inzicht? Dan verklap ik misschien al een beetje de richting, maar ik weet dan niet of dat echt ook uh, in jouw optiek zo is. Maar Geen idee. Uh, okay. om, om meer, meer rust te nemen, minder afspraken te hebben, minder verplichtingen, minder onszelf op te leggen, zijn dat dan de oplossingen. De vraag op? is, waarvan uit handel je? Weet je, volgens mij kun je als je uh, doet wat je het aller, allerliefste doet, maar dat is wel mooi voor dadelijk nog even om op terug te komen hè, van wat wil ik nou en wat wil ik, wat denk ik eigenlijk wat ik wil en wat wil ik nou echt? Wat is nou mijn diepste verlangen? Is om dat te onderzoeken van wat, hè, wat, wat wil ik nou, wat wil ik nou eigenlijk? Nee, dat is dus afhankelijk van wat je werkelijk wil, want heel veel van ons gedrag komt natuurlijk voort uit compensatie, uit defensiegedrag om bijvoorbeeld als ik, uh, ik weet wederom een mooi voorbeeld. Ja, ik weet niet of veel van jou luisteraars of sporters uh, ook ondernemers zijn. Maar dat vind ik altijd een mooi voorbeeld, omdat het zo, zo zichtbaar is. Um, ik heb een groot, deel, uh, een gro een groot aantal ondernemers uh, gecoacht in de afgelopen jaren. En 70% daarvan, of misschien wel 80% eigenlijk, die had een zootje gemaakt van zijn middelbare schooltijd. En dat is eigenlijk een hele directe bevestiging van niet goed genoeg zijn of er niet toe te doen. En dat, dat is het terug ja. van hun ouders en een omgeving van er ook nog van alles van. En dat komt echt nooit goed met die jongen of meisje. Tot het moment dat hij of zij denkt van hé, hey, dat uh, dit gaat ergens toe leiden waar ik helemaal niet heen wil. Weet je wat ik ga doen? Ik ga besluiten of ik ga nu gewoon bewijzen dat ik goed genoeg ben. En dan wordt er een enorm blik aan ambitie opengetrokken. En dan gaan ze als een malle bewijzen dat ze goed genoeg zijn. En dan komt er uh, vanuit die ambitie dus een schitterend bedrijf of meerdere bedrijven en uiteindelijk meerdere huizen en auto's, et cetera, et cetera. Tot op het moment bij mij aan tafel, daar uitgesproken wordt van ja, maar waarom is dit nooit goed genoeg? Dus wat ik ook doe, ja. het voldoet nooit. Dat, komt grappig, dat toch? Ja, en dat komt omdat die kernovertuiging niet is aangepast. Dus je kunt een overtuiging... Een directe manier uh, bewijzen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld gelooft dat je zwak bent of niet toereikend, dan kun je uh, elke keer gaan duiken of gaan huilen of zeggen: Nou, het ligt allemaal mijn schuld of iets van die naart. Dat is een hele directe manier. Of je wordt een sloper. <laughs> je gaat laten zien dat je supersterk bent, krachtig, et cetera. Bijvoorbeeld, uh, een van mijn klanten die op een gegeven moment zei: ja, In tranen. Ik snap eigenlijk ook niet waarom ik voor de achttiende keer deze marathon moet lopen. Ja, met uh... een diepe overtuiging. Ik. Uh, moet, uh, moet sterk zijn of ik moet goed genoeg zijn. Dus heel veel van ons gedrag komt ook voort uit de wens, de overtuiging die leeft, eigenlijk tegen te spreken of te bewijzen dat die niet waar is. Zo. Ja. En dat maakt natuurlijk heel veel, dus dat, nogmaals, dat is voor ons, dat kunnen we nooit voor een ander bepalen. Dat kun je hoogstens voor jezelf bepalen: hé, hey, hoe is dat in mij? Dus waar zijn komt wel, mijn gedrag vandaan? Er zijn wel veel dingen te herkennen. Ik denk ook de, de ondernemer die net omschrijft. Dat, dat herken ik mezelf ook wel in. middelbare school niet afgemaakt. <laughs> ik ben continu ja, bezig. Dat heeft je uh, onderzocht. Nee, ja, <laughs> ja, even voordat ik... Uh, ja, ja. Nee, ja. met het zijn patronen. En dat is interessant. Wanneer patronen te herkennen zijn. Dan, dan zijn er misschien wel heel veel mensen die nu luisteren. Die misschien geen ondernemer zijn. Maar wel denk van... Natuurlijk. Ik, ik ga het continu ook. het huishouden doen. Ik, weet je wel? Dat, uh, ik ben aan het ja. stofzuigen. En, de ramen lappen. Ja, en... Maar dat is ook zo'n leuke... Als je het gevoel hebt, en daar zijn er heel veel van, dat je alles alleen moet doen of dat je er altijd alleen voor staat. Het zijn mensen die heel vaak kon alles naar zich toe trekken. En dan vervolgens heel verbaasd zijn dat ze alles alleen aan het doen zijn. Dus nee, dat doe ik wel. Nee, maar dat kan ik wel. Ja, nee, dat, nee, dat gaan we zo doen. En dan. Nee, maar dat kan ik wel even oppakken, et cetera. En dan vervolgens op een gegeven moment zitten te kijken van waarom ben ik als enige bezig. Omdat zo. elke overtuiging altijd bevestigd wordt. Bizar. Dus we, uiteindelijk, en dat is echt wel heel mooi inzicht voor een ieder. Dit is namelijk echt een wetmatigheid. Iedereen bevest zijn eigen, bevestigt zijn eigen beliefsysteem. of zijn overtuigingssysteem, zijn, zijn setje van overtuigingen, of zijn mentale wetten, hoe je dat ook beschrijft. Maar het is eigenlijk wie ik denk dat ik ben. Dus het, komt, het komt er elke keer op neer, eigenlijk dat even heel hard gezegd, maar het is gewoon je eigen schuld. Even, even, nou. Lul, nou even lullig <laughs> gezegd, toch? Dat het. Weet je, het is niet het gaat zo nooit over schuld. Nee, het, het is gaat echt... erom dat datgene wat je, en ik noemde die eerder al, ja. wat je ooit heeft beschermd. Dit vind ik altijd heel fijn om te benoemen. Mm -hmm. dus je, wat ooit je beschermer was. Hè, wat je de keuzes die je als kind hebt gemaakt om te overleven in de setting. Of gewoon erin te passen. Of ja. hè, dat zo goed mogelijk te doen. Mm -hmm. Die set aan overtuigingen, die neem je mee je leven in. En dat wordt je saboteur. Ja, het is een beetje een verkeerde uitdrukking. Hè? Het schilm even figuurlijk gezien. Hè? Dat, of het is in ieder geval je eigen verantwoording. Ja, is, dat gaat is het meer. Altijd over mij. Dat is het dus. Ja, ja. Ook al heb je het idee dat het continu aan de buitenwereld ligt. Ja. Alles wat er in de buitenwereld gebeurt. geef ik zelf betekenis. Ja, ja dat is het denk ik ook. Hè? niet om ja, mensen een, uh, hoe zeg dat, een, een, een duw te geven. Nou, zie je nou wel? Het ligt altijd aan jou, maar meer in de zin van ook, oh, ik denk dat mensen. Uh, niet in beweging komen omdat ze niet beseffen dat de oplossing bij zichzelf ligt. Dat, dat was eigenlijk mijn... Uh... Ja, nee, maar dat is het... Uh, yeah, dat is het, ja, uh, het verhaal. Ja, volgens mij zei ik dat eerder al eventjes ook. Het moment dat je doorhebt dat de oorzaak gewoon ergens in jezelf zit... Hè, dat, je, dat de oorsprong van je denken gewoon zich bij jou bevindt... Ja, dan, heb, dan heb je grote kans dat je de, de oplossing te pakken hebt. Ja. Dus uiteindelijk is het zo dat... Nou ja, je ziet zoveel over te zeggen. Kijk, um, gedrag bijvoorbeeld. Er is, is ongelooflijk veel... Uh, um, interventie op gedrag. Maar gedrag is een effect. Een effect van ons denken en ons voelen. Nou, ik hoef niemand uit te leggen... of het verstandig is om een effect op te willen lossen. Toch? Zeker. En kun je een, een snap, voorbeeld geven hoe dat dan in zijn werk gaat? Want... Ik denk wel dat het, uh, ik heb dat ook wel eens gelezen, dat inderdaad gedrag komt voort uit dingen die je hebt ervaren. Ja, dus denken en voelen. Dus je hebt eerder beslissingen genomen. en Dat is iets wat zich steeds terugkeert. En vervolgens ga je daarnaar gedragen. En mm -hmm. het gedrag is dus eigenlijk een effect. Dus als je naar een oplossing wil, zul je altijd terug moeten naar dat denken en voelen. Naar nou, wat je op dat moment gelooft over jou. Daar kun je draaien. Als je aan gedrag gaat, gedrag kun je wel wijzigen, maar dat is eigenlijk altijd tijdelijk. Want uiteindelijk komt, komt, het, komt het toch terug. Omdat dat wat je gelooft over jezelf is heel dwingend. Want daar komen je gedachten uit voort. En wat we er straks al zeiden, de meesten van ons die denken dat hun gedachten waar zijn. maar Je gedachten kun je heel erg zeg maar, in, in, in twijfel trekken. Je gedachten komen puur voort uit datgene wat je altijd ja. hebt gedacht. En dus uit wat je over jezelf gelooft en over de wereld gelooft. Maar die zijn niet per definitie waar. Kijk maar naar je, naar je omgeving, die denken hele andere dingen ik vind dat, dat blijf ik altijd een super mooi voorbeeld vinden uh, voor diegene die zich wel eens in een groep uh, begeeft als uh, nou ja, we, we zouden dit hier ook kunnen nemen stel je voor dat ik per ongeluk jou uh, versterken of wat dit ook mogen zijn uh, even <laughs> van tafel uh, interface trap. ja, ja weet je, dan is het meteen zichtbaar hoe een ieder zich daartoe verhoudt. Dus welke betekenis in ieder geval geeft. Dus iemand, misschien gaat de uh, gaat een gaat naar, uh, van het publiek, wat hier allemaal omheen zit, gaat uh, naar de wc. Uh, iemand anders die uh, ja, die duikt hierop af en die denkt: Oh, dat, dat moet ik allemaal gaan regelen, dat moet ik allemaal oplossen, ik moet het maken, et cetera. Die voelt zich super verantwoordelijk. Er zal altijd nog iemand die daarachter staat, die denkt: van, Ja, dat had ik eigenlijk ook moeten doen, of dat kan ik eigenlijk ook, laat ik het even afwachten. Nou, er is nog iemand die gaat een beetje uit zijn neus zitten eten. Die denkt, nee, nou, het gaat niet over mij. Dus uh, <laughs> er is iemand die zich gaat irriteren eraan. Denkt, Jezus, waarom gaat ook altijd alles fout? Etc. Dus iedereen geeft anders betekenis aan de setting die ontstaat. Ja, dat is wel mooi. En daar wil ik nog een keer even toch op, uh, op terugkomen. <laughs> ja, hoe doorbreek je. Dit nu net heb ik een beetje zelf ingevuld. Hoe doorbreek je die negatieve gedachtegang? Die leiden tot uh, gedrag waar je dan niet blij mee bent, of een ander niet blij mee is bewustwording. Dat is eigenlijk hetzelfde antwoord... als wat ik daar straks gaf. Bewustwording. Bewustwording, en dat heeft alles te maken met het feit... dat je doorhebt dat je getriggerd wordt. Dat er iets gebeurt waarbij jij dus iets voelt. En dat gevoel gaat altijd over mij. Laat ik even mezelf als voorbeeld nemen. Dan heb ik de keuze... ga ik me vervolgens verdedigen... Mm -hmm. of ga ik checken van... hé, hey, waar komt dit gevoel vandaan? En als ik namelijk de betekenis van die emotie heb... en eigenlijk zijn dus wat ik al, hè, wat ik al zei... herhaling is ook helemaal prima... Emoties zijn eigenlijk sleuteltjes. Sleuteltjes naar de dieperliggende overtuiging. Dus op het moment dat ik die emotie kan herleiden, dus eigenlijk kan herleiden wat de betekenis is, dan kom ik wellicht uit van, uh, dat alles mijn schuld is. Of dat ik uh, voor alles verantwoordelijk ben. En dan kan ik checken, hé, hey, is dat waar? Of mag ik iets anders besluiten? Dat is in het, eigenlijk in het, op zijn op, op simpelst wat je mag doen. Elk, elk moment. En hoe, dat kun je je dat meer, ja, hoe kun je dat meer? trainen? Dus stel je voor dat die situaties best wel moeilijk zijn. Hè? Het is... ja, maar die situaties zijn heel vaak heel moeilijk. En heel vaak zul je dus ook gaan ervaren dat je in het moment helemaal nog niet daar, dat je dat nog niet uh, gewaar bent of niet ja. beheerst bent. Dus dat dat achteraf komt um, en dat je denkt, ah, oh, zo doe ik dat dus. dus ik vind dat al ja. heel prachtig. Het helemaal als je daar een beetje om kan grinniken en ik, ah oh, shit, oh ja, zo doe ik dit, doe ik dus zo. Ja. Want hoe meer je, dan laat ik het zo zeggen, hoe bozer je daarover wordt hè, naar jezelf, hoe meer weerstand je naar jezelf heeft. hoe meer je het eigenlijk vasthoudt. Dus hoe, hoe milder je wordt naar jezelf. En daarom mm -hmm. zei ik dat straks ook, daarom is het zo mooi om te kunnen zien waar het vandaan komt. Want dan zie je dat dat, dat, dat kind in jou, die heeft het natuurlijk alleen maar goed bedoeld. Die heeft alleen maar het beste voor, ja, voor zichzelf en voor jou dus in dit moment ook gewenst. Dus als je daar naartoe teruggaat. En kan herleiden van, oh wacht eens, maar dat snap ik wel. Mm -hmm. ja, bijvoorbeeld als vroeger thuis niemand iets deed of uh, een van de ouders viel weg of iets van, en je, bent, je, hebt, je hebt daarin je verantwoordelijkheid moeten nemen om die setting te redden. Ja, dan is het heel logisch dat je dat meeneemt de rest van je leven. Maar het zegt niet dat dat altijd nodig is of dat de hele wereld jouw verantwoordelijkheid is. Dat is en dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de keuze, volgens mij is dat de vrije keuze die we altijd hebben. In elk moment. Ik zeg wel, maar, dat vind ik een heel mooi zinnetje. Je, um, weet dat je ieder moment van gedachten kan veranderen. Een gedachte staat helemaal niet vast. Een gedachte is niet per definitie waar. Je mag iets anders besluiten. Maar dan moet je wel bewust zijn hm. van wat er speelt. Dus de uitnodiging is elke keer weer, op het moment dat je een emotie hebt, checken waar die over gaat. Dat vergt natuurlijk wel oefening, dat is niet in één keer gedaan. Nou, en op het moment dat je kunt onderzoeken van hé, hey, oh wacht eens even, hier gaat hij over, dan um, ja, dat, eigenlijk gaat het dus altijd over niet goed genoeg zijn, of er alleen voor staan, of dom zijn, of zwak zijn, of iets van die naart. Maar dat kun je dus bij jezelf checken. Van, de meeste van ons herkennen die gedachten wel, maar kunnen er niks mee. Ja. Nou, het belangrijkste is dat je als je die her gedachten herkent dat je het besluit kan maken wacht eens, dit herken ik dit gaat over mij, dit gaat niet over deze situatie dit gaat over, niet over jou, dit gaat niet over niemand niet, dit gaat over mij dit is de keuze die ik maak daar zit de vrije keuze ik mag zelf betekenis uh -huh. geven ik mag zelf bepalen of ik er toe doe of niet er is niemand in deze wereld die voor mij kan besluiten of ik er wel toe, wel toe doe of niet er is eigenlijk niemand in deze wereld die mij echt kan aanvallen. Als ik dat niet zelf toesta, als ik dat niet zelf besluit. Is dat helder als ik dat zo zeg? Ik denk het wel. Hoe ik heftig denk... dingen ook zijn, hè? want voor de, in de ene situatie is dat makkelijker te zeggen dan mm -hmm. in de andere situatie. Zoals iemand echt, uh, de meeste mensen hebben niet te maken met iemand die uh, levensbedreigd op ze afkomt. Dan is het natuurlijk weer een ander verhaal, want daar is angst natuurlijk heel nuttig voor. Um, maar het is goed om je te realiseren dat ons brein net zo werkt als 100.000 jaar geleden. Uh, en dat, uh, dat angst ervoor is om te overleven. Met en, wij schermen. Ja, en wij gebruiken die angst eigenlijk voor heel veel zaken die helemaal niet zo heel erg levensgevaarlijk zijn. Dat is bijzonder. Ja, het is denk ik heel helder uitgelegd. Ik denk dat iedereen zich wel herkent in deze situatie. Um, hè, als je dus emoties hebt die oncontroleerbaar zijn of die je niet wilt. Ja. Dan is dus stap 1 niet weglopen. Tenzij het echt ook misschien escaleert of zo. Dat je denkt van oké, okay, ja, nu uh, ga ik de ander aanvallen zo meteen of ja, maar zo. Weglopen maar weglopen is eigenlijk op zich. Kan heel oké okay zijn. Op dat moment. Ja. Of, ja. Als je maar wel terugkomt bij dat gevoel. Dat... Dat, is, dat is uiteindelijk. Kijk, op het moment dat je erin blijft, volledig opgefokt, dan is dat. Uh... Dat helpt ook niet. Nee. Dan is dat een stuk ingewikkelder dan op een gegeven moment zeggen, maar, hé, hey, volgens mij, ik merk dat ik, dat is leuk ook weer leuk. Uh, er wordt heel veel gedeeld ook uh, over dat het heel belangrijk is dat je je emoties deelt met elkaar. Ja. En in werk zie je dat ook steeds, ja, neem het is heel belangrijk dat je dan uh, teruggeeft hoe je je voelt. Nou, ik ben het daar in de basis wel mee eens, uh, als je daar zelf verantwoordelijkheid voor neemt. Ik denk dat het gevoel heel vaak wordt gedeeld in de hoop dat de ander dat gaat oplossen, of dat de ander die trigger weghaalt. Maar daar ligt die verantwoordelijkheid niet. Oh, dat is wel interessant. De ja, verantwoordelijkheid ja. ligt bij jou of bij mij, dus in mijn geval. Dus als ik me geraakt voel door jou, dan heb ik te dealen met mijn emotie en dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat betekent niet dat jouw gedrag per definitie goed is. Daar kunnen we een ander gesprek over voeren. Maar mijn emotie gaat over mij, want ik in mijn systeem besluit dat ik aangevallen word. Ja. Dus ik zeg, nou, jij bent een eikel, dan, ja. dan bepaal jij wat jij daarmee doet. Los ja, van als ik dat geloof is. dat dat waar is, dan zal ik me waarschijnlijk willen verdedigen. Het is ook heel interessant. Weet je, op het moment dan kun je jezelf kunnen omdraaien als ik jou een eikel noem. <laughs> en jij begint te lachen. Weet je, dat is een andere reactie dan jij gelooft dat je een eikel bent. Want op het moment dat jij gelooft dat je een eikel bent, dan heb je het idee van... zou je jou eens vertellen wat ik van jou vind. Ja, ja. dat is wel interessant. Want ik denk dat ja. heel veel mensen zich daarin herkennen. We zijn allemaal licht geraakt. Dus blijkbaar... Zeker. Ja, toch. Dat is... nou, We zijn allemaal. Maar dit is, dit is zo. Ik vind het mooi, want uiteindelijk gaat het altijd weer daar een soort van plot. Ik denk dat we in een tijd leven. waarin iedereen eindeloos slachtoffer mag zijn. Van alles en iedereen. Dat is heel interessant. Ja. Dat betekent, als je slachtoffer bent, betekent dat de oorzaak dus buiten jou ligt. Dus als de wereld de oorzaak is, ja, dan heb ik niet zoveel keuze. Dan ben ik dus de... dan ben ik het gevolg. Dan ben ik dus slachtoffer. Hoe zou het zijn als ik zelf de oorzaak ben? Dan moet de wereld volgen. Nou, dan kom je in het hele veld van manifesteren, et cetera. Uh, dat, ja, dat, dat doen we eigenlijk allemaal. Alleen de een wat bewuster dan de ander. Want wij creëren allemaal. Wij zijn allemaal creators, of hoe je dat ook noemt: scheppers. Van ons eigen bestaan. Op basis van datgene wat we denken, wat we geloven over onszelf. Dus daar waar je tegen dingen aanloopt, waarbij je denkt: hé, hey, maar ik had toch een veel mooier plan voor mezelf. Kun je dus nagaan van hé, hey, wat geloof ik dan eigenlijk over mezelf? Waarin belemmer ik mezelf nu eigenlijk? Want op het moment dat ik daar zicht op heb, dan kan ik ook anders besluiten. Ik zeg niet dat dat per definitie makkelijk is. Is dat helder als ik dat zo uh, zeker ja? ja ik uh, ja. voor mij in ieder geval wel. Ik hoop voor de voor de luisteraars ook dat ze deze, uh, dit kunnen volgen. Ja, uh, maar ik denk wel dat het heel mooi is als je meer besef hebt uh, dat, dat zoveel meer over jezelf gaat. We zijn altijd bezig. Alles met, gaat over jezelf. <laughs> ja, ja, verschrikkelijk. Continu dat je denkt, <laughs> ja, oh ja, maar dit, die doet dit, die doet ja. dat. En het oordelen. Het zegt ook weer veel meer over onszelf dan over een ander. Wat zegt het oordelen, Tony. <laughs> ja, als ik oordeel over een ander, dan is dat een, volgens mij iets wat ik dan... Uh, als ik uh, je boek erbij pak, uh, dan zegt dat, maar goed, dat, dat heb ik al een keer eerder uh, gelezen. Uh, maar is dat iets wat ik bij mezelf graag uh, verberg? Is iets wat ik zelf niet zo goed kan, dat, dat ga ik dan bij een ander bijvoorbeeld benadrukken. Of is, zeg ik dat dan verkeerd? Nee, ik zeg, volgens mij zeg ik het helemaal helder. Kijk, uiteindelijk gaat elk oordeel over de ander weer ja, over onszelf. Dat is, dat, dat is, dat essence, is eigenlijk ja. uh, de crux. Wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld daarin vind, is dat als iemand anders, als ik... Ooit heb besloten dat ik een ander niet tot last mag zijn. Dat is een overtuiging die, die veel mensen kennen, ik ken hem ook. Dat betekent dus dat ik me bescheiden op moet stellen. Je mag niet te veel ruimte innemen. Als ik kan iemand anders zie die heel veel ruimte inneemt, dan heb ik daar een oordeel over. Dat is mooi ja. En waarom heb ik daar een oordeel over? Omdat ik dat niet mag. Ik wil eigenlijk ook meer ruimte innemen, en dus veroordeel ik iedereen die ruimte inneemt. Het zegt dus weer meer over jou. Het ja. zegt alles over mij. Het kan ook zo zijn dat, weer, uh, dat ik bijvoorbeeld heel veel ruimte inneem. En als je heel veel ruimte in wil nemen, ook op basis van, van een idee, hè, want heel veel ruimte innemen is helemaal niet nodig als je oké okay bent of als je er gewoon helemaal mag zijn. Dus dat is, komt, er ergens van, er komt ergens vanuit voort. En iemand anders doet dat ook, dan is er geen ruimte voor jou. Hm, dan is dat oordeel er ook. Ja, ja. Dus dan, dan is hij eigenlijk direct. Dus iemand die heel graag heel veel ruimte inneemt. Ja, die kan dat soms wel handelen van een ander, maar eigenlijk heeft die iemand nodig die niet te veel ruimte inneemt. Dat is ook waarom in relaties, hè, zeggen ze vaak, opposite attracts. De grap is dat, de, dat een, 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 uh, een overtuiging heeft eigenlijk een bepaalde frequentie heeft. En die herkennen we bij elkaar. Dat is gek genoeg waar we vaak verliefd op worden. Alleen de uiting daarvan, die is natuurlijk heel verschillend. Nou, ik noemde daarom kwam ik erop. Als je heel veel ruimte inneemt, dat kun je doen vanuit de overtuiging niet goed genoeg te zijn of er niet toe te doen. En die kiest vaak dan iemand die heel veel ruimte biedt. Vanuit dezelfde overtuiging. Hm. Dus daar komen ze elkaar wel tegen. Want, dan vindt, want degene die heel veel ruimte inneemt, die vindt dan namelijk het niet-ruimte innemen eigenlijk ook heel suf. Die heeft daar dus weer een oordeel over. Ja, ja. Maar degene die dus geen ruimte inneemt, omdat hij er niet toe doet, die heeft eigenlijk een oordeel over diegene die die, die ruimte allemaal inneemt. Maar die kijkt daar ook tegenop. Snap je? Dus dat is ergens. Het trekt elkaar aan, maar het trekt maar dus, elkaar dus ook aan. Maar het is niet vanuit. Het is eigenlijk vanuit de problemen die we hebben, wat het, wat het dan aantrekt. Ja, nou, dat is, ja, dat is wel mooi. Kijk, uiteindelijk. Oh, dit is een prachtig onderwerp. We komen er goed in nu. Ja. Tony. Wij leven eigenlijk in een soort van wereld van behoeften. Dus in ieder is een stukje overvloed. Daar willen we zo graag naar terug. Dat zit al in ons. Alles wat ik verlang, alles wat ik wens, zit in mij. Maar dat geloof ik niet. Daaromheen zit die denker en die denkt, fuck, ik heb meer uh, uh, intimiteit nodig. Nee, ik wil meer uh, horen dat ik lief ben of goed ben. Of hoe uh, is dit, hoezo zit dat dan al in je? Dat heb je dus al. Dat zit in ons van nature, want als je helemaal oké okay bent, dan heb je geen intimiteit nodig. Dan heb je, nou ja, weet je, het is altijd fijn, maar het, laat, laat me even uitleggen, maar dan ja. is je in principe in de basis een overvloed. Mm -hmm. ja, dus ik ben oké okay met mij. Daaromheen. Is iemand die zegt ik wil, ik wil uh, meer intimiteit, ik wil meer bevestigd worden op uh, dat, ik, uh, dat ik lief ben. Ik wil liefde ontvangen, et cetera. Nou, die komt iemand tegen. Dit is echt de basis van namelijk van een relatie. En die zegt van uh, jo, het is echt super fijn dat jij tegenkom, uh, Want ik heb namelijk een gebrek aan, uh, aan, uh, aan, uh, aan veiligheid. Dus uh, als jij nou even die veiligheid voor mij kan inregelen. Nou, dat kan wel. En heb je eigenlijk een soort van contractje? Als ik nou zorg voor uh, meer veiligheid voor jou, en jij zorgt voor intimiteit naar mij. Nou, en dat gaat dus vaak best wel goed. Tot het moment dat een van de twee niet thuisgeeft. Dus dat degene bijvoorbeeld die uh, uh, de veiligheid zou leveren, uh, zegt van: jij ja, bent vanavond er niet, of uh, ja, wat later, et cetera. En, dus ben... en dan komt hij thuis bij degene die zegt van. Ja, maar ik, uh, waar ben je nou geweest? En uh, ik heb me helemaal onveilig gevoeld, et cetera, et cetera. Weet je wat? Jij krijgt vandaag geen intimiteit. Whatever. Nou, en dan, voor je het weet, zit je in een spiraal die naar beneden gaat. Maar dat heeft te maken eigenlijk met het invullen van schaarste. Voor elkaar. Ja, dus als ik, uh, ik ga hem nog een keer uitleggen, als ik geloof uh, dat, uh, dat ik er niet toe doe, dan heb ik waardering nodig van buiten. Aan de andere kant zit weer zo iemand en die heeft ook ergens schaarste op. en Die heeft ook een behoefte. Als wij die voor elkaar invullen, dan gaat dat een tijdje goed. Maar zoals we eerder al zeiden, ja. alle behoeften, of alle invulling van behoeften, alle substituten of alternatieven van datgene wat we van nature zijn, zijn tijdelijk. Dus ergens gaat het natuurlijk fout. Dat... Op het moment dat iemand niet thuisgeeft, is dat voor de ander dus een trigger waartegen die zich gaat verdedigen. En op het moment dat je je gaat verdedigen, is dat doorgaans voor de ander weer een aanval. Waartegen die zich gaat verdedigen. Is dat helder? En dan is de kunst dus om door te hebben van, hoe gaat dit over mij? Ja, dus, en ja. je, je start dan eigenlijk een relatie op basis van hè, schaarste. De, de schaarste inderdaad. Ja. En als die schaarste dan wordt opgelost of zo, of iemand heeft die, die veiligheid dan uh, beseft dat die veiligheid vanuit zichzelf komt, mm -hmm. of die waardering komt uit zichzelf... Ja. Dan, dan, dan kun je elkaar eigenlijk niet meer datgene geven waardoor je met elkaar bent samengekomen. Of, of, ja. je, of je komt in een setting van overvloed. Ja, en dan, dan is alles bonus. Daar ja, kun je ja. daar enorm van. Ga maar eens na. Weet je? Het is, uh, je, heb je wel eens iemand ontmoet waar het heel fijn toeven, is omdat hij gewoon geen beroep op je doet. Niks ja, van jou ja, wil. Ja, ja, zeker. Ja, ja dat is super fijn om bij te zijn. Dus als iemand gewoon. Bij je is, zonder dat hij iets van jou nodig heeft. Super fijn. Sterker nog, mensen die niet zoveel nodig hebben van anderen. en ze heel makkelijk ook kunnen geven. vanuit overvloed, die krijgen ook heel veel. Maar die zitten niet in de wedstrijd zo van. Nou, ik geef jou dit, dus dan verwacht ik dit van nee. jou terug. Nee, nee daar dat... is overvloed. Overvloed in jezelf. En dus zie je dat in de wereld ook terug. Uiteindelijk is alles projectie. Dus als je schaarste ervaart in je. dan zie je ook schaarste buiten je. En dan wil je dat allemaal invullen. Als je overvloed ervaart in jezelf, dan zie je dus ook die overvloed. Is dat helder? Dus, als ik, dus moet je je voorstellen, als je met z'n tweetjes bent... en je bent alle twee gewoon lekker gevuld... en je hebt elkaar niet nodig... dan is het heel fijn geven. Dat zie je dan dus ook heel vaak, want dat, dat loopt lekker over. Want je kan gewoon geven zonder dat je daar iets voor terug ontvangt. En dat is het voor die anderen ook heel makkelijk om te geven. Maar dat is natuurlijk een enorme mindfuck... Want dan kom je niet als je in schaarste zit. <laughs> nee. nee, maar goed, dat besef besefhebbende. Dus ook, ik heb ook wel eens periodes gehad dat ik heel erg bezig was met uh, te weinig geld of te weinig tijd. Ja. Die fase, spreekt mijn uh, vriendin mij ook wel zo op aan. Ja. Je, je moet niet te veel zo in de wedstrijd staan. Hè? Het manifesteren waar je het continu op aandacht op legt, dat wordt groter. Dus continu word je geconfronteerd. Ja, te weinig tijd. En dan heb je inderdaad te weinig tijd. Terwijl je dat omweten draait. dat om weet te draaien. Want het is best wel moeilijk, want die, die shift maken van, van mindset van het ene uiterste naar het andere uiterste ja. is, is gigantisch moeilijk. Maar ik, ik heb daar wel een, een, een antwoord of een oplossing voor gevonden. Dus op het moment dat ik uh, aan de oppervlakte een probleem ervaar, dus mm -hmm. ik heb te weinig tijd. Laten we het even hebben ja. over te weinig tijd. Mm -hmm. uh, vaak moet ik dan niet focussen op, uh, op de problemen aan de oppervlakte. Maar door wat meer te gaan kijken in mijn agenda, wat ben ik aan het doen? Waardoor heb ik te weinig tijd? En dan ja. blijkt ook dat ik afspraken moet afzeggen. Of dat ik wat minder op mijn uh, telefoon moet zitten bijvoorbeeld. Uh, of misschien gewoon niet zo lekker in mijn vel zit. Dat dan in één keer ook. Daardoor zie ik de dingen gewoon wat negatiever. Dus wanneer ja. ik bijvoorbeeld uh, ja, continu druk ben, ja, ik ben druk en ik, uh, ik moet van alles, ja, dan, dan ervaar ik heel veel schaarste in tijd. Ja. En ik focus me dan niet meer op de tijd, ik focus me op hoe goed het met me gaat. Dus dan merk ik ook, ik ga wat meer eerder naar bed. Ik, uh, ik, ik, ik zorg gewoon dat ik wat gezonder bezig ben. Ik, dat is makkelijker wat... als je goed in je vel zit, gek genoeg. Ja, 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 dat is dus de hele kunst volgens mij ook als, als mensen misschien die, die brug waar ik een beetje naar zocht, hè. ook in je verhaal van net, bewust worden is heel ja. belangrijk om iets te doorbreken. Maar ik denk ook dat je heel erg goed moet gaan kijken naar um, hoe het met je gaat. Ja, dat is sowieso super, super relevant uh, om te checken hoe het met je gaat. Uh, want alleen dan kun je ook een ander besluit nemen. Ik zeg, als, als, als er sprake is van een keuze, het, voor mij is het in ieder geval heel herkenbaar dat als ik, een van die keuze, of als ik in de keuze ben, hè, ik noem dat even ik twee, dus als ik daarin zit, dan valt er niks te kiezen. Ja. Want dan ben ik die keuze. Dus daarvoor moet ik eigenlijk altijd uitzoomen. En dan kan ik anders kiezen. Daar gaat dat bewustzijn over. Mensen zeggen wel eens: van joh, weet je, kijk, als je dit nou oplost, hè, en, uh, dan ben ik bang dat ik heel veel van mijn ambitie kwijtraak. Nou, dan ga ik waarschijnlijk veel minder doen. En dat is dus de vraag. Want al die talenten en al die kwaliteiten die je hebt opgebouwd in het afgelopen jaar, die kun je natuurlijk gewoon behouden. Die zijn niet ineens weg. De vraag alleen is waar je ze voor inzet. Dus zet je ze in om je schaarste op te vullen? Ik denk dat heel veel mensen die financiële onafhankelijkheid nastreven, een groot bedrijf willen, een groot huis en noem het maar. Eigenlijk dat doen vanuit een schaarste. Stel je nou eens voor dat je dat kunt doen vanuit overvloed. Dat geeft sowieso een totaal ander gevoel. En een schaarste in wat? In dit geval was iemand nou ja, een. Schaarste, schaarste bedoel ik eigenlijk alles mee uh, uh, van niet goed genoeg zijn, of er niet toe te doen, of misschien wel. Uh, ja, onze grootste angst is de, de angst voor schaarste, de fear of lack um, en dat kan ook geld gerelateerd zijn het kan ook zijn dat mensen diep diep geloven dat uh, ja, dat, geld een, dat, dat, dat geld echt een schaars goed is nou, als je dat gelooft dan krijg je dat dus ook steeds te zien dus ik denk dat de mensen die wat dat betreft wat meer geld hebben er zijn, heel veel, er zijn zoveel onderzoeken ook naar gedaan hè, mensen die arm opgroeien die hebben een mindset of een belief dat er niet veel geld in het vat zit. Even los van de talenten. Dus 80% van uh, de, zeg maar de mensen die arm opgroeien, die worden ook weer arm. 80% van de rijke mensen, hè, de rijke kinderen, wordt ook rijk. Maar dat komt ook omdat ze die mindset hebben, omdat ze nooit getwijfeld aan, hebben aan of er geld is of niet. Snap je? Dus het heeft ja. niet eens zozeer met, dat, met die talenten te maken, meer met de totale verwachting. Dat dus is geloof wat je hebt. Exact. Zonder als, dat je daar bewust van bent. Je ja. hebt gewoon, gewoon ergens hieronder bewustzijn dat het er altijd wel is. Het is geen issue. Dus als het geen issue is. Het, wat ik daar straks ook al zei, weet je, uiteindelijk krijgt iedereen wat hij vraagt. Niet per se wat hij wil, maar wel wat hij vraagt. Op basis van datgene wat hij gelooft. Ja, dus ik, dat vind ik wel een mooi zinnetje. Uh, God schiept de mens naar zijn evenbeeld. Naar zijn evenbeeld schiep hij de mens. Nou, als dingen in de Bijbel twee keer worden verteld, dan is het echt superbelangrijk. <laughs> maar wat, was, wat werd daar nou mee bedoeld? Zou het zo kunnen zijn dat het betekent dat wij de kwaliteiten van de schepper, of dat nou Allah, Buddha, whatever, uh, of God is, zou het, zou het zo kunnen zijn dat wij de kwaliteiten van de schepper hebben? Eigenlijk wordt dat min of meer daarmee wel gezegd. Dan hebben wij natuurlijk niet de kwantiteit, <laughs> maar wellicht wel de kwaliteit. Dat betekent dat wij schepper zijn. Dat is waar, de, waar heel veel momenteel natuurlijk over gaat. Als je, als je podcast luistert of leest, in een psychologieboek of whatever, alles ja. manifesteren kan je leren. Dat heeft te maken dus met het feit dat um, je gedachten en je handelen natuurlijk heel erg bepalen waar het heen gaat. Dus dat is scheppend. De vraag is of we daar daadwerkelijk onszelf bewust van kunnen zijn. Ik denk uiteindelijk dat als je. Dus dan, dat is dan de vraag tussen wat, wat, wat wil ik nou en wat, wat denk ik dat ik wil. Ik heb ervaren zelf dat, er, dat um, het invullen van mijn leven zoals ik dacht dat ik dat wilde, uiteindelijk niet tot de vervulling uh, leidde die ik ervan had gehoopt. Heel veel van datgene wat ik wilde kwam voort uit die schaarste. En hoe dat zich kenmerkt is omdat ik iets wilde hebben. Ja, dat kan zijn uh, een vrouw, een kinderen, een, een auto, een goede baan, een huis, etc. Maar het gaat over iets wat ik wil hebben. De vraag is waar mijn diepste verlangen over gaat. Dat is anders hoorde dan ik, de schaarste. Dat is interessant. Ja. Ik hoorde jou daar straks ook iets vertellen over je werk. En over, hè. Dat was nog voordat we hier. Ik uh -huh. weet niet eens meer of het nou in dit uh, gesprek was <laughs> in, of nee. daarvoor. Toen zei uiteindelijk wil ik gewoon heel graag mensen helpen. Dat is geven. Ja. Dus als het gaat over onze diepste verlangen, ben ik ervan overtuigd dat het eigenlijk altijd gaat over geven. Dat wat we willen vanuit de schaarste, dat wat we willen vanuit de gedachte niet goed genoeg te zijn en niet te doen of slecht, mm -hmm. whatever, wat maybe. Gaat altijd over nemen. Dat gaat over de substituten. Dan willen we iets van buiten aantrekken voor onszelf. Is het dan ook zo dat iets wat je wilt uh, met een soort van lege betekenis? Misschien, misschien is dat niet juist verwoord, maar ja, ik wil een uh, dure auto om mensen of, of indruk op mensen te maken. Ja. Of ik wil een, uh, een, een, een dure auto omdat ik uh, mijn vriendin een mooie reis wil geven. Als we met de auto op vakantie gaan. Dat die overtuiging al heel erg bepalend kan zijn, of je dat dan uiteindelijk een soort van gaat krijgen. Want krijgen letterlijk, ja. Dat denk ik ook niet dat het zo werkt, die, die, die manifestaties mm -hmm. of die wet van de aantrekkingskracht. Maar je moet het werkelijk geloven, hè? voor de, voor de manifestaties is het heel belangrijk dat je echt ja. diep geloof hebt dat het zo is. Ja, dat, dus dat, dat dat dan al de, de reden daarachter, dat het ook wel meer bepalend is of je iets zal krijgen of niet. En vooral ook of je iets zou behouden. Volgens mij maakt, uh, maakt het scheppend vermogen niet echt uit qua scheppingsvermogen. Snap je wat ik bedoel? Dus, ja, ja, ja. Dat zou namelijk van de stellen dat... Uh, uh, de kosmos of hoe het systeem werkt of de kwantum werkt, uh, een oordeel zou vellen over waar je het voor inzet. Anders zou er ook niet zoveel ellende zijn. Dus, ja, dus precies. Dus dat, daar geen, zit geen onderscheid Er zit geen in. oordeel. Maar het uh, gaat echt puur over filteren. de geloofsovertuiging ja. die je hebt van ik kan dit. Ik geloof echt oprecht ja. dat ik uh, dat huis, uh, dat vrijstaande ja. huis kan kopen. Ja. Maar het gaat niet zozeer over of je er gelukkig van wordt of niet. Nee, dat is weer wat anders. Nou ja, nee, maar dit, dit is wel wezenlijk. Dus als het gaat over wat... Uh, daarom zei ik daar straks ook tegen je. Van, toen je zei van ja, maar ja, dan wil ik eigenlijk wil ik, uh, de conditietraining doen. Maar dan doe ik eigenlijk iets anders. Dus ik ja, ik, de vraag is even wat je ten diepste wil. Dat maakt natuurlijk nog wel uit. Er zijn heel veel dingen die we denken dat we willen. Die we misschien helemaal niet zo heel graag willen. Alleen we denken we dat het dat beter, beter, beter uitpakt met onze partner of uh, voor de wereld. Mm -hmm. Dus ik denk dat er inderdaad heel veel mensen zijn die... Uh, ik denk dat er een wezenlijk verschil is of je uh, iets wil omdat je uh, daarmee een leegte wil opvullen. Of omdat je uh, iets wil laten zien of dat je er wel toe doet of iets van die aard. Um, of dat je iets wil uiteindelijk om iets te geven aan deze wereld. En nogmaals, ik ben helemaal niet vies van uh, al die substituten en dergelijke. Wat wel interessant is, is dat op het moment, en dat, dat maakt ook nog een groot verschil. Uh, op het moment dat het je morgen weer wordt afgenomen, word je daar dan ongelukkig van, of niet, maakt het uit hè, voor het beeld van wie jij denkt dat je bent. Zo so, ja, ja, dan heb je een probleem. Want dan word je bevestigd op die schaarste. Hm. Maar als je heel lekker in je vel zit, dan maakt het niet uit wat ze je afnemen. Dan zit je gewoon lekker in je vel. Dus het, het ultieme geluk uh, lijkt je daarmee een beetje te omschrijven. Nou ja, ik, als je niks ik... meer nodig hebt, nou ja, als je er niet afhankelijk van bent. Dat is, dat is eigenlijk uh, waar dat meer over gaat. Dus, um, en je zegt wel eens geluk is ik, ik één min ik twee. <laughs> of uh, je zou kunnen zeggen. Uh, geluk is zo uh, mooi. Ik had laatst een lezing van Mogadad. Ik weet of iets, maar die, die noemde dat ook niet zei: geluk is de ervaring, minder verwachting. Uh, dus mm. uh, dat wat het, hoe het nu is, minder verwachting daarover. En die verwachting heeft alles te maken met wat we daarmee willen vervullen. Dus in, voor heel veel mensen is het zo dat ze zeggen van, je weet je, als ik nou dat, dat huis heb uh, en die baan heb en dergelijke, uh, nou ja, daar moet ik dus heel hard voor werken. Uh, en dan, uh, dan, dan stel ik iemand voor, dan ben ik iemand. En eigenlijk is dat de omgekeerde wereld, want je bent al iemand. Nou, en daarvanuit kun je iets doen. En dan komt het resultaat wel. En dan heb je iets. Dus, uh, zoals een van mijn grote leermeesters ooit zei: die uh, zat op een enorm landgoed. En dan kwamen er wel eens mensen uh, bij hem. en die zeiden: van ja, jij moet wel heel gelukkig zijn. Uh, met dit, uh, vanwege dit landgoed. Zeiden: nee, ik heb dit landgoed. vanwege het feit dat ik al gelukkig ben. Uh, of dat ik op de goede weg zit. Maar goed. Dus, het is eigenlijk een soort van omgekeerde: be-do-have. Is dat helder als ik dat zo zeg? Ja, ik heb dus er Je bent al ja. iemand, je doet het, van daaruit kun je handelen. En dan, dan heeft dat een resultaat. Vaak wordt er gezocht naar geluk in de toekomst. Als Ex ik dit heb, dan ben ik Precies. gelukkig. Ja, ja, ja en dat ja. is dus eigenlijk het resultaat. Of dat is eigenlijk dus, dus hebben, waarvoor je heel hard moet werken. om iets te zijn. Nou, daar worden de meesten van ons uiteindelijk niet gelukkiger van. Het kan wel tijdelijk, want tijdelijk kan iets natuurlijk gewoon het invullen. Dus als je heel bang bent voor te weinig, te weinig financiële middelen. En je vult dat in. En dan voel je je een tijdje uh, daar rustiger over. Tot... Je vult het in met alternatieve middelen of zo. Ja, met, maar dat ja. betekent niet dat die overtuiging weg is. Ja, dus Ergens komt hij dan wel weer terug. Is dan dankbaarheid ook een hele grote rol? Hè? Dat is ook wel een stukje wat ik zelf altijd wel redelijk heb gemist. Dus gewoon uh, prestatie na prestatie zonder echt stil te staan bij wat je aan het neerzetten bent. Um, en daardoor ook een stukje. ...voldoening of geluk mist. Ik denk ook van, ja, maar ik ben nu alweer bezig met de volgende. Dus ja, ik heb nu uh, dit pand gekocht. Dus ja. Ja. ja, leuk. Maar ik kijk alweer naar nou vooruit. What's next? Ik sta er helemaal niet bij stil. Terwijl, terwijl als je dan ook elke keer dan heb ik weer het volgende bereikt ben ik weer niet gelukkig. Dan heb ik het volgende weer bereikt ben ik weer niet gelukkig. Nou, ik hoef niks hier aan toe te voegen. <laughs> ja, maar dat hoe, is in feite waar het over gaat. Het is ja. zo, zo belangrijk, hè, dankbaarheid. Als je dankbaarheid dat ook je hersenfrequentie daarmee op een ander niveau komt, waar je dus ook meer geluk ervaart. Ik denk dat dankbaarheid iets heel moois is. Ja. Dat je daarbij stil mag staan. Zeker. En het is helemaal niet erg om doelen te stellen. Het is helemaal niet erg om. Uh, om uh, iets moois neer te willen zetten. Dat, bedoel, daar is niks mis mee. Hey, en, en tegelijkertijd is het heel mooi en ook belangrijk. om te genieten van datgene wat je hebt. Ik denk dat het voor heel veel mensen uh, dat, dat lastiger is. Okay, dus ja, het is iets wat vaker terugkomt ook in de gesprekken die ik natuurlijk voer. En dan zeg je, ja, nee, maar. een groot project en een eindeloos mee bezig. En uh, ik zeg, nou, wat, wat geeft je dan uh, de voldoening? Nou ja, als we dat helemaal afgerond hebben. en het is goed gegaan, Ik mm -hmm. zeg, nou, En hoe lang heb je daar nou eigenlijk plezier van dan? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat ik denk dat het aan het eind van de avond er wel weer voorbij is. Weet je wel? Dus dan de, ja. Ja, de volgende dag biedt, dan dient zich gewoon weer een nieuw project aan. Dus maar, dat is een vraag die je, die je zelf goed kan stellen. Van hoe ja. doe ik dat eigenlijk? En ben en, ik tevreden met dat dat er is? Ja, vooral ook. Hè, ik zit dan misschien in een uh, ja, inmiddels wat luxere positie. Uh, dat ik echt wel heel dankbaar kan zijn. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, als ik even terugga naar een andere periode. Of misschien mensen, de luisteraars nu, die de rekeningen net kunnen betalen of net niet. Ja. Geen leuke baan hebben, misschien wat problemen in hun relatie ervaren. Gezondheidsklachten hebben. Ja. Nou, succes, gaan we even dankbaar zijn. Waar, hoe, hoe doe je dat dan? Dat is een mooie vraag. Dat is een hele mooie vraag die alleen in ieder zelf eigenlijk kan beantwoorden. Er zijn ook een heleboel mensen die uh, met relatief weinig heel gelukkig zijn, weet je, tevreden zijn, omdat ze uh, het plaatje wat ze erbij hadden en dat, dat wat ze wensen, uh, dat dat ook uitkomt. En dan, ga, dan heb je het dus weer over uh, is, hoe is de realiteit in relatie tot je verwachting. Dus ik denk dat er een heleboel mensen zijn met relatief weinig middelen, die aanmerkelijk gelukkiger zijn, mm -hmm. uh, zonder te veel in te gaan op het, uh, yeah. wat dat precies inhoudt. Um, maar die werkelijk gelukkiger zijn dan, uh, dan mensen die bijvoorbeeld heel veel geld hebben. Want daar zit het geluk in niet zozeer. Het geluk zit hem veel meer in hoe oké okay je bent met je situatie zoals die is. En dan is de vraag dus, hè, om even terug te komen op jouw, op jouw punt. Als mensen niet tevreden zijn met hun situatie, dan is het inderdaad zaak om te kijken: hoe ben ik daar zelf ja, op van invloed? Weet je, hoe. Ben ik zelf de oorzaak van het leven waarin ik leef? Weet je, het is mijn leven, het is jouw leven, het is ieders eigen leven. En je hebt er maar één. Mm -hmm. En de vraag is welke invloed je daarop uitoefent. En dan kom ik terug op wat ik eerder zei. Als je de omgeving als oorzaak beschouwt en je hebt je hele leven geleerd bijvoorbeeld, dat de omgeving voor jou bepaalt, dan ben jij het gevolg. En dan ben jij zogenoemd het slachtoffer. Van datgene wat je, ja, wat er voor jou in het vat zit. Dus zelf als je zelfs als je nu door uh, de stijgende prijzen, door een oorlog, de rekeningen niet kan betalen, als je in een relatie zit, ja, en je hebt misschien een huis gekocht die je ja. kan door financiële redenen misschien niet uit elkaar of je wilt niet uit elkaar. Je hebt een baan die je niet helemaal leuk vindt. Dan nog moet je het echt bij jezelf gaan zoeken. Uh, ik denk. Ja, maar altijd. Want bij wie anders zou je het moeten zoeken? Ja, je, je, dat is natuurlijk de je vraag. Kan, ja, ja, maar dat is wel interessant. bij jezelf, bij wie anders. Ja. Dat, is natuurlijk, dat, is, dat is Dat is een... Dat, dat kan dus waar zijn. Ik, ik kan me ook voorstellen dat... Hè, iemand die in die situatie zit... Zou uh, naar ons zitten kijken en denkt... Van, nou, dat is makkelijk lullen. Vanuit, uh, vanuit ja. jullie, uh, vanuit jullie per, uh, situatie of jullie perspectief. En dan is het denk ik ook heel goed om... Uh, ja te checken welke, welke mensen uh, ook in zo'n situatie hebben gezeten. Er zijn altijd in die zin is er wel altijd vergelijking uh, materiaal. Uh -huh. Iedereen gaat anders om met zijn situatie. En zo waren er zelfs mensen die in de oorlog uh, zich vrij konden voelen. Voor een ander is dat niet voor te stellen. Sterker nog, ik kan me dat niet voorstellen. Want ik heb ook nooit in die setting gezeten. Nee. Maar het lijkt me uiterst ingewikkeld. En toch zijn er altijd mensen. Die in staat zijn in de meest benarde situaties ja, toch hun eigen, hun eigen leven te leven. En toch hun eigen zingeving uh, te vinden. Uh, hun dankbaarheid, uh, hun nut uh, te vinden. Uh, en zelfs te creëren. Dus uiteindelijk, ik kan voor, weet je, ik kan voor niemand spreken. Ik, wil, ik zou voor niemand dat willen invullen. Uh, ik kan alleen maar zover gaan als ik zelf ben geweest, ik zeg dat vaker. En tegelijkertijd is het zo dat een ieder voor zichzelf kan checken van oké, okay, hoe zit ik hier eigenlijk in? Dus hoe doe ik dit? En daar start het altijd. Dus hoe benard je situatie ook is, ja, dan heb je eigenlijk de, de vraag, uh, hoe is dit er voor mij? In die zin, hoe is het er voor mij? Um, dat ik hier iets uit kan leren. Dat ik wat kan wat is wat heb ik hier te doen? Wat kan ik hieruit leren? Wat kan ik zelf anders doen? Dus hoe ben ik oorzaak van deze situatie? En ook de oplossing. Ja, als je de oorzaak hebt, dan heb je ook de oplossing. Ja, inderdaad. Ja. En ik zeg niet dat dat makkelijk is. Want iedereen heeft natuurlijk een programma. Ja. Dat is waar we hebben waar we het in het begin ook over hadden. We hebben allemaal een uniek programma. Dus ergens in de basis zijn we allemaal volledig gelijkwaardig, zijn we zelfs gelijk, hè, als je het puur fysiologisch uh, bekijkt. En vervolgens worden wij allemaal ook uniek. Dat is ook geniaal. <laughs> omdat er is geen boom hetzelfde, er is geen plant hetzelfde, en geen mens hetzelfde, er is zelfs geen golfje hetzelfde. Omdat allemaal alles in iedereen op een andere plek start, uh, opgroeit, uh, zich vormt. Daarom zijn er ook zoveel verschillen. Het maakt ons niet gelijk. Nog steeds wel gelijkwaardig. Maar niet gelijk. Sterker nog, we zijn in die zin allemaal uniek. Um, en dat is ergens ook wel zo, zo fraai. Tot het moment dat we ons gaan vergelijken met elkaar. Ja, dat is, ja, dat is dat, een heel interessant. Ja. Uh, ja. Dus ergens zit natuurlijk ook de vraag: van um, op basis van datgene wat ik heb meegekregen kan ik kan ik daarin ook een stuk acceptatie doen kan ik me ook schikken naar mijn eigen lot ik bedoel, ik kan willen dat ik uh, zo groot en breed ben als jij uh, maar ik denk dat ik ook serieus het fysieke niet voor heb hm. weet je dus als uh, als dat, jouw mijn, als dat ja. Mijn, ja, dus wel een <laughs> ja, de oké okay, nee oké okay. ja, stel je voor dat ik 140 zou uh, ja absoluut we hebben dus een aantal randvoorwaarden waar we ook mee te maken hebben. Tuurlijk, ja, uh, nee, ik snap je zegt. Uh, ja. en dat uh, kan je met intellect hebben uh, de een is heel intelligent en de ander is uh, dat helemaal niet, of veel minder. Uh, en tegelijkertijd zijn voor al die mensen ook weer heel veel voorbeelden te noemen. Dat degene die echt bovenmatig intelligent is, die zegt: ja, nee, ik pas nergens tussen ik hoor nergens bij, ik ben raar. Of die wordt super succesvol omdat hij zo slim is. En een ander, die heeft de, de MAVO gedaan bij wij spreken spreken helemaal goed, of de, 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 de VMBO. En die ze nou meteen gaan werken. En die is super succesvol als ondernemer geworden. En een ander zegt: van, Ja, maar ja, daarna ja, nou was er eigenlijk heel weinig te doen. Of we hadden uh -huh. last van uh, werkloosheid in die tijd. Dus ja, toen kwam er uiteindelijk niks van. Dus iedereen gaat daar anders mee om. Ja, dus om gelukkig te worden, moet je vooral niet vergelijken met anderen. En je eigen verwachtingspatroon zonder dat je ambities opgeeft, maar wel een realistisch verwachtingspatroon van het leven te hebben. Die dicht bij jezelf ligt. Ja, ik denk dat dat een heel uh, terecht uitgangspunt is. Ik denk. Uh, ja, ik denk dat een stukje realisme naar jezelf... hé, hey, wat wil ik nou eigenlijk? Wat is mijn diepste verlangen. En wat, uh, dat daarnaar kijken, uh, dat dat heel relevant is. Uh, met de middelen ook die je, die je hebt, of met de overtuigingen ook die je hebt. Het is, ja. vind ik ook zo, dat zei ik, dat zei ik ook al eerder. Het, um, ik denk dat als je bereid bent om heel... Uh, bewust naar jezelf te kijken en ook naar je, je eigen programma, dus dat je uh, ofwel daarmee akkoord kan gaan. Nou, dan kun je dus best tevreden mee zijn. Uh, en als je daar niet tevreden mee bent, dan heb je werk te doen. Dus dan is het zaak om te kijken, nou oké, okay, wat belemmert me dan in dat programma? En dan kan ik daaraan werken. Uh, en voor sommigen is dat leuk en voor sommigen is daar geen gereed aan en die doen het vooral niet. Weet ja. je, in die zin zijn we dus ook echt allemaal heel erg verschillend. En wat ik wou zeggen is, ik denk dat dat als wij geboren worden, dat er een soort van oneindig potentieel is nog in iedereen. En stel je voor dat dat, dat deze hele ruimte is, dan, uh, ja, dan word je geboren bij je ouders. En dan zeggen je ouders van, uh, nou superfijn uh, Tony dat je er bent. Uh, ja. Eens even kijken, dit doen wij. Nou, dan uh, gaat je, nou, dan is je beperking. Ja, dan gaat je professionele voetbalcarrière, <laughs> daar gaat je whatever. Ja. I don't know, want daar, daar, daar wordt het natuurlijk al een heel stuk minder... Uh, en dat betekent niet dat al het potentieel er niet meer is, maar het betekent in ieder geval dat het ook niet in die setting niet, niet sterk ontwikkeld uh, wordt. En misschien pak je dat later nog op, dat zou eventueel kunnen. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we allemaal een, een soort van ander kaartendek hebben. En iedereen gelooft iets anders over zichzelf uh, in die, of begint, hè, vormt een eigen overtuigingssysteem daarin. En leeft daarnaar. In feite leef je in het leven. Uh, volgens het programma wat je eigenlijk in je kindtijd hebt gevormd. Alles daarna is eigenlijk min of meer herhaling. Tot het moment dat je besluit van... hé, hey, wacht eens eventjes. Die overtuiging van ik kan niks of iets van die naar, is die waar? En dan is die niet meteen weg? Hm. Maar je kunt er wel aan werken. En dat is nogmaals... dat is misschien wel ja, het mooiste van mens zijn... Uh, is dat je het vermogen hebt op een gegeven moment nog terug te komen op, uh, op besluiten die je eerder hebt genomen. Ja. En uh, nogmaals, we gaan niet per de definitie weg. Ja, het, is, uh, het is een mooi voorbeeld van iemand die, uh, die vroeger heel veel last had van depressies. En die zei van uh, vroeger, ik vroeger duurde ik heb ja, vroeger duurde een depressie uh, een half jaar en nu nog uh, twee minuten. Dat is wel een mooie progressie dan. Ja, maar, dus, maar het mooiste daarvan is eigenlijk dat het, het slechte nieuws is dat de overtuiging niet weg is gegaan. Weet je, die belief is niet weg. Het goede nieuws is, is dat je er wel iets mee kan. Weet je, dus dat je anders kan besluiten. En dat is een oefening. Je hebt het miljoenen keren op een bepaalde manier gedaan. Je hebt miljoenen keren tegen jezelf iets negatiefs gezegd. En het vergt dus ook oefening om vervolgens dat bij te draaien. Om, uh, om iets anders te gaan geloven. Hè? Dat begint als een zandpaadje waarschijnlijk naast een snelweg. En ergens, uh, nou ja. Door dat elke keer ook weer te herhalen, uh, mag je dat een uh, grote weg laten worden. Ja, dat, is, dat is prachtig. Dat is, en dat is, de, dat is de, eigenlijk de keuze die wij, of de mogelijkheid die wij als mensen uh, daadwerkelijk hebben. Ja, daar moeten we ons bewust van zijn. Um, even kijken, ik wilde dan toch even terug. Uh, de volwassenen die nu luisteren, kunnen niet meer uh, hun jeugd veranderen. Wat ze hebben gemist, bijvoorbeeld, of wat ze hebben gehad vroeger, wat misschien niet helemaal optimaal was. Maar de ouders die nu luisteren of uh, die jonge kinderen hebben, ja. van 0 tot 7 of wellicht overwegen mm -hmm. om kinderen te gaan nemen. Um, wat zijn de belangrijkste uh, eigenschappen die, um, die je als ouder aan een kind moet meegeven? Ik heb wel eens gelezen dat de, de belangrijkste elementen die je een kind kan meegeven is uh, authenticiteit. Dat ze dat kunnen behouden. Dat ze volledig zichzelf kunnen zijn als jongens met Barbies gaan spelen of uh, meiden willen voetballen. Dat je dan niet zegt van nee, dat, dat, dat mag niet, hè? want dat is voor jongens of ja. uh, Barbies, dat is voor meisjes, dat, dat soort dingen. En dat je dan niet te veel zorgen hoeft te maken hoe, hoe dat dan in de toekomst uh, zich gaat uiten. Ja. Um, emotionele beschikbaarheid. Als je huilt, dat je dan kan rekenen op je ouders. Is dat, is dat iets waar je, uh, waar je achter staat? Of kun je dat, dat, dat toelichten hoe dat dan uh, wat echt belangrijk is voor ouders nu? Ik vind het een mooie vraag. En er is op zoveel verschillende manieren op te antwoorden, realiseer ik me. <laughs> Wat ik, wat ik zelf, ik ben zelf vader van, van, van drie kinderen. Wat ik zelf nog wel eens een gewoon echt een uitdaging vind, is mijn kinderen gewoon het pad te gunnen wat ze lopen. Dus ieder heeft zijn eigen pad. En op basis van mijn programma en op basis van de dingen die ik belangrijk vind of ben gaan vinden, en dat heeft ook weer met mijn achtergrond te maken. Probeer ik ze af en toe voor dingen te behoeden? Of wil ik, gun ik ze bepaalde zaken? Ik kan niet om mezelf heen en dat kan geen enkel ouder. Dus ieder ouder geeft wat hij heeft. Dus we kunnen alleen maar geven wat we hebben. Ik noemde dat eerder ook al even. En daar zit dus ook al die beperking in. Ik denk dat het bewustzijn van die beperking al een heel groot goed is. Ik denk dat het, het niet perfect zijn als ouder zelf. Uh, dus het delen ook van datgene waar je uh, misschien zelf over twijfelt. of hoe je, hoe je daar zelf mee om zou, hè, bent gegaan. of uh, dat dat allemaal heel relevant is. Maar dit is wel een veel groter pakket eigenlijk. Hè? Dus er is niet volgens mij één antwoord van. Oh, zoals je als ouders moet je dat zo doen. Ik geloof dat het heel belangrijk is om in contact te zijn. Uh, met je kinderen. Dus het gesprek te kunnen voeren. Daarin zelf ook uh, aan te kunnen geven waar. Uh, Waar je soms tegenaan loopt. Uh, omdat dat de, he, de kans... Voor, de, eigenlijk het gemak voor het kind ook dat vergroot. Maar goed, met kleine kinderen is dat nog weer anders dan met grotere kinderen. Mm -hmm. Ik denk dat het cruciaal is voor ouders om vertrouwen te hebben. En wat ik echt... wat, wat, wat Weet je, dus kinderen, dus als ze zo jong zijn... Uh, die zijn op ontdekkingsreis. En de vraag is of die ontdekkingsreis... Helemaal past in het plaatje wat je als ouder hebt. Jij noemde net een aantal voorbeelden daarin. Dus enigszins onbevooroordeeld naar je eigen kind kijken. Ik denk dat dat wel een hele mooie, een mooie uitgangspunt is. En in mildheid. Ik denk, uh, dus, maar ja, daarvoor, daarvoor heb je dus weer die mildheid naar jezelf. Nou, dat is eigenlijk. Nee, mijn, mijn belangrijkste antwoord. Ik ben letterlijk bijna eigenlijk hardop aan het denken. <laughs> Misschien is mijn belangrijkste antwoord wel. Het start wederom bij jezelf. Dus um, niet je eigen angsten projecteren op je kind. Exact. Ik had daar laatst een, een, een post over geschreven. En ik uh, op LinkedIn en ik, da daar reageerden dus ook heel veel mensen op, omdat die dat herkenden. En die starten met van uh, ik was zojuist boos op mijn zoon en ik dacht dat dat terecht was en dat was het dus niet. Zoiets was geloof ik de strekking. Uh, omdat die emotie altijd over mij gaat. <laughs> 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 en dat is eigenlijk de crux dus als je hoe wakkerder ik ben als ouder op mijn eigen programma en op eigenlijk mijn eigen misvormingen of vervormingen, mm -hmm. of hoe je dat ook noemt, uh, hoe minder ik mijn eigen kind daarmee uh, zal belasten. Maar belasten doe je toch. Ja. Je, volgens mij moeten we daar ook uh, niet te ingewikkeld over doen. Um, want ik kan ook niet iemand anders zijn dan ik ben. Dus ik neem natuurlijk gewoon ook mijn eigen programma mee. Daar bewust van zijn. Hm. Ik denk dat dat wel uh, enorm veel scheelt. Dus hoe bewuster ouders zijn, ja, ik denk dat dat enorm bijdraagt aan het, uh, aan het recht doen van het pad hè, wat ja. je kind mag, uh, mag bewandelen. Dus dat ja, en daarin zit dus ook dat een kind uh, af en toe valt en zich pijn doet, en daar oké okay mee zijn. En dan dus ook achtervang zijn. Er, er daadwerkelijk zijn of er daadwerkelijk zijn. Niet te val breken, maar er zijn uh, om een schouder om op te huilen. Beschermd snoeiard op je weg gaan. <laughs> Zo, ja, zoiets ja. zou toch een ja. mooi uitgangspunt uh, daarin zijn. Ik denk wel het beste. Ja. ja, dus dat je, ja, ik denk dat het heel. Weet je, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, ook je fouten te mogen maken. Maar ja, ik werk zelf soms als vader ook, dat ik dat heel lastig vind. Ik, ja, ja. Joh, weet je, doe dat nou even net even anders. Ja, en ik merk dat daar aandacht aan geven... Nou ja, ja je de wetmatigheid. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Ja, is, uh, laten we zeggen, niet altijd de, ja. de juiste oplossing. Ja. En gewoon accepteren. Weet je, volgens mij is het heel mooi om ook te accepteren dat het niet perfect is. En hoe goed je ook als ouders je best doet... Je gaat niet over de beslissingen die je kind neemt. Niet altijd. Weet ja. je, kinderen doen gewoon hun inschatting... Ja. Uh, op basis van wat ze denken dat het juist is in dat moment. En dat kan dus zomaar ja, heel anders zijn dan, uh, dan jij weet ook, als ouders. Ja, dus, um, ja en daarmee... Ja, daar ik kan er nog één ding aan toevoegen. Ik heb, dat, dat heb ik wel vrij vroeg, denk ik, dat ik daar ook mee begonnen ben... omdat het voor mij zo zichtbaar werd. Hè? Dus op het moment dat een overtuiging zich vormt... en dat hoeft niet altijd vanuit huis te zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld op... Op het schoolplein zijn of dat het niet lekker loopt uh, met, met, met vriendjes of vriendinnetjes, um, dan, dan ontstaat er zomaar de overtuiging als je bijvoorbeeld niet wordt uitgenodigd voor een feestje of uh, als uh, ik moet het dan eigenlijk weer persoonlijk even, maar ik kan mijn eigen kind daar ook uh, voorbeeld nemen. Ik weet nog dat mijn dochter, dat is wel een mooi voorbeeld, mijn dochter op een gegeven moment uh, thuis kwam en die wilde heel graag met een vriendinnetje uh, spelen. En, uh, maar die had een uh, afspraak gemaakt uh, ineens met een ander vriendinnetje. Dus uh, dat ging niet door. Nou, ik kwam thuis. Ja, ze vindt me niet meer leuk. Nou, dat ze een oplossing voor bedacht de rest van de week. Namelijk, ze deed lullig tegen elk ander meisje. Omdat ze alleen nog met dat meisje wilde spelen. Nou, je voelt hem al aankomen. Die heeft die week dus nergens gespeeld. Dus dat ging van, zij vindt me niet leuk, naar niemand vindt mij leuk. Nou, toen kwamen mijn ouders op een gegeven moment het weekend binnen... En uh, toen deed ze ook heel onaardig tegen mijn vader. En mijn vader zei, nou, daar heb ik dus geen zin in. Dus die uh, maakte <laughs> rechts van keert. Moet ging buiten zitten. En, uh, en toen, zei, toen liep ik op haar af. en was, ja, jij bent ook stom, papa. En toen zei ik, hey, hé, dat is gek. Ja, maar ik ga je dus, uh, dus niet in mee. dus ja, maar jij, jij bent heel stom. Toen werd ze eerst nog bozer. Toen zei ik, weet je wat? Het maakt helemaal niet uit wat je nu allemaal zegt. Ik ga niet boos worden op jou. Je kan een knuffel krijgen. Ja. Yeah. Nog een keer en dan dus daar in blijven staan. En uiteindelijk, zeg je joh, weet je, je kan een knuffel krijgen, kom maar hier, et cetera. Nou, uiteindelijk was het natuurlijk tranen met tuiten. Um, en wilde ze die knuffel. Dus zeg ik, wat, 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 wat vergeet je nou eigenlijk over jezelf? Ja, ik vind dat ik wel leuk ben. Nou, Mooi. En ik denk, ja, dat, weet je, ik denk dat, dat, dat het dus heel relevant is om uh, daar niet ook dus als ouders ook niet in mee te gaan. Uh, dus soms ook gewoon, uh, oh ja, dat wou ik daarover zeggen. Um, heel veel lelijk gedrag, dus niet alleen, niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen, is eigenlijk een schreeuw om aandacht of een schreeuw om liefde. Dus hè, als je, ja, ik neem het even een voorbeeld, dus uh, je staat hier je bent met z'n tweeën en dan op een gegeven moment, uh, ja, laat me zeggen, in de basis ben je in verbinding met elkaar. En dan een van de twee, die wordt op een gegeven moment boos om wat voor reden dan ook. En die gaat, oh, je, bent, je deugt niet. Of... En die wordt boos en die wordt verneinigd, et cetera. En dus de vraag is, wat doen we dan? Wat doe ik dan? De neiging is om te zeggen, joh, uh, uh, je bent zelf, uh, deug je niet. Of uh, zoek het lekker uit, uh, ga iets anders doen, whatever. En wat gebeurt er als ik die verbinding hou? Dus als ik zeg van, hé, hey, maar weet je, ik zie dat je boos bent. Uh, wil je er meer over vertellen? En ik hou die verbinding. Op een gegeven moment is dit niet vol te houden. Dus als je in staat bent die verbinding te houden, dan op een gegeven moment trekt deze uiteindelijk ook bij. Ja. <laughs> dan wordt het... Dus de vraag is hoe lang houdt iemand het vol om in de aanval te blijven als er geen verdediging is. Ja. En dat is natuurlijk wel een mooi uitgangspunt, zeker als ouders. Ja, want ik hoor toch ook wel een heleboel mensen klagen over een kind, nou, dit en dat en puberteit. Ik gebruik puberteit dus ook nooit. Tenminste, het woord puber nooit. En niet omdat. Dat ze dat niet zijn, maar omdat er een, in de meeste gevallen een uh, betekenis aan vast zit van moeilijk. Ja. Ik geloof dat als je daar heel erg veel aandacht aan geeft op die manier, dan groeit dat ook alleen maar. Ja, we kunnen natuurlijk als ouder ook gewoon met verwondering en nieuwsgierigheid kijken van hé, hey, wat speelt er eigenlijk? En gewoon eens doorvragen en ons niet aangevallen voelen op het moment dat we een sneer krijgen, want die zijn er natuurlijk wel, ja, die ken ik natuurlijk ook. het hoeft niet altijd leuk te voelen. Nee. Nou, de vraag is, ga ik daar dan tegen in of ga ik in reactie? Of kies ik ervoor om uh, voorbij dat gedrag te kijken. Maar daar ligt eigenlijk een uitzondering. Dus ook het was een uh, nou, wat ik al zei. Een, uh, eigenlijk een vraag voor aandacht of een vraag voor liefde te zien. Want dat doet iets met mijn gedrag. Want dan hoef ik het niet persoonlijk te nemen. Dus, dat dus eigenlijk is... om me heen kijken, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Is dat masker weer? Ja, het is steeds de vraag: wat neem ik persoonlijk? Dus zodra ik het persoonlijk neem. Gedrag van een ander, ja, dan is het een aanval. Maar ik hoef het niet. Ik hoef dat niet per se persoonlijk te nemen. Al het gedrag van de ander gaat over diegene. En nogmaals, dat betekent niet dat al het gedrag goed is. Dus als iemand uh, iets doet wat niet door de beugel kan, dan praten we dat niet ineens goed. Maar op het moment dat het iets doet met mij, weer een simpel voorbeeld, um, als ik nu dadelijk naar buiten loop. Uh, en er is iemand die mij berooft of iets van in aard. Uh, well, dat vind ik wel een heftig voorbeeld eigenlijk meteen. <laughs> Slechte uh, reclame voor de gym, dus. Ja. <laughs> maar stel je ja. voor, dan praten we dat gedrag natuurlijk niet, uh, niet, hoef ik niet goed te praten. Nee. Uh, de vraag is wel wat ik ermee doe. Dus als ik voortaan nooit meer naar buiten durf te gaan in het donker, dat is de vraag. Kan ik het bij dat moment laten, kan ik, het, kan ik dat gedrag bij diegene laten uh -huh. of neem ik het persoonlijk, wat op zich niet heel onlogisch is, hè. zo werkt ons systeem. Dus als dit nu gebeurt, dan komt er meteen een angst ook voor de toekomst. En de vraag is wat ik daarmee kan. Dus als ik in staat ben dat los te koppelen van mij, van wie ik ben, hè, de aanval naar mij, ja, dan, dan, dan zal ik in de toekomst me minder toe hoeven, hoeven verdedigen. Uh, dus me ook niet onveilig hoeven voelen. Snap je wat ik bedoel? Dus, Zeker uh, ja. Ja, ik zit dan gelijk. Steeds. steeds denk aan een uh, ja, het is, dat is natuurlijk wel een iets traumatische ervaring. Daar is misschien dan echt therapie voor nodig. Maar je kan dat wel verhelpen in ieder geval. Dat gevoel van angst dat het weer gebeurt. En je wilt niet dat dat de rest van je leven vormt. Dus nee, misschien nee, ook niet wel, dat het jouw leven beheerst. Dat is wel gelijk een mooie, ja, hoe zeg het, een uh, mooi voorbeeld. Om gelijk een wat extremer te maken. Dus. Ja, sommige dingen die, die zijn heel heftig en heel traumatisch. Maar dat wil niet zeggen dat dat de rest van je leven moet beïnvloeden. En soms vereist dat wel ja, heftige, wat intense, intensievere therapie. Ja, voor de een is dat intensiever dan voor de ander. Het gaat ja. uiteindelijk over het besluit wat je kan, ja. kan nemen. Waartoe je in staat bent. Ik had trouwens nog één vraag, vind ik wel mooi. Hè? Vaak ja, zeggen ze ook, ja. de meeste psychologen die hebben zelf ook al wat uh, meegemaakt... Wat ja. probleempjes. <laughs> ja. is, dat, is, dat een, uh, is dat een stelling uh, waar jij in kan vinden? Of, of zeg je van nou dat, dat is niet zo. Ben je ook uh, vanuit die uh, reden uh, mensen gaan helpen? Vanuit, vanuit eigen problematiek? Of heb je zelf ook wel met psychologen gewerkt voor, voor eigen dingen? Ben je zelf diep gegaan? Ik gewerkt? heb psychologie gestudeerd, hè? daar start het al. Ja, en precies, ik weet nog ja, dat ja, toen, ja. toen iemand nog wel tegen mij zei van joh, uh, 80% van de mensen die psychologie gaan studeren, die, uh, die doen dat natuurlijk zelf uh, daar. Uh, uh -huh. Iets mee te verhelpen. Ik vond dat echt een enorme onzin. Of in ieder geval, ik zei van nee, ik word dan tot die 20%. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat ik een enorme fascinatie voor dit onderwerp heb. En dat komt natuurlijk ergens vandaan. Ja, uiteindelijk ik denk ik dat iedereen wel wat te puzzelen heeft. Uh -huh. uh, maar ik heb wel wat uh, soul search gedaan, zeg maar. Of wat, wat, uh, wat onderzoek gedaan ook nog. Uh... Weet je, uiteindelijk, en dat zei ik eerder ook al. maakt iedereen dingen mee in zijn, in zijn jeugd. En het fascinerende daarvan is wel dat de, de herinneringen die we hebben, die zijn voor het grootste gedeelte niet eens waar. Of in ieder geval voor meer dan 50% niet waar. Die, Hoe bedoel je dat? Je hebt, je hebt ergens in je jeugd, dat, dat is wel mooi, want dat zei je daar straks ook nog, je kunt je jeugd niet veranderen. En het is niet eens helemaal waar, omdat op het moment dat je vandaag een overtuiging uh, ombuigt dan doet dat ook iets met het verleden. Want wij geven het verleden betekenis op basis van de overtuiging die er is. Dus we geven altijd betekenis op basis van datgene wat we geloven. Dus op het moment dat je je geloof, dat je daarin draait, dan kijk je ook terug op andere herinneringen. Dus, um, of dan veranderen je herinneringen eigenlijk ook. Um, en iedereen heeft uh, zaken in zijn jeugd. Uh, meegemaakt die lastiger waren. Soms kun je er niet eens helemaal bij. Dus ik schrijf, ik schrijf, beschrijf in mijn boek, want het is wel, wel grappig, dat is misschien wel een wel grappig voorbeeld. In mijn boek schrijf ik, uh, beschrijf ik een voorbeeld over dat ik op een gegeven moment koffie ga zetten en dat dat, uh, dat, dat bakje waar al die, uh, die, die, die prut in dat die vol zit. En die, die was altijd vol, dit van een paar jaar geleden. Dus ik werd daar razend van. Was super geïrriteerd daarover. Ik dacht, waarom, waarom leegt niemand anders dat bakje? Waarom moet ik dat altijd doen? Nou, al met dit werk bezig. En toen dacht ik van waar, waar komt deze totaal ontsporen emotie vandaan? Want dit is veel te heftig, uh, zeg maar in relatie tot dit voorbeeld. En uh, dus ik dook daarin en uh, uiteindelijk kwam ik dus bij een herinnering van mezelf van uh, dat ik een jaar of vijf was. En, uh, ik was achterin de auto van mijn moeder. dat was een Simca voor diegenen die dat iets zegt. maar het was een beetje een soort van koekblikje met een achteruit. en ik was achterin. had ik mezelf verstopt omdat ik heel graag met mijn moeder uh, mee wilde. dat wilde ik als kind sowieso altijd. <laughs> mee. en uh, vervolgens uh, start naast mij uh, de auto van mijn vader en rijdt mijn moeder samen met mijn zusje gewoon de oprit uh, af. Uh, en ik zit dus in de verkeerde auto, want ik heb de verkeerde auto uitgekozen. En ik weet nog heel goed, en ik, dat is grappig, ik heb dat letterlijk voor ogen, dat ik dat ik sta te... te ja, ik ben razend, dus ik zit op mijn knietjes zit ik tegen die ramen aan te bonzen van... De, ik wil mee, ik wil mee. En ik zie mijn moeder en mijn zus keihard lachen. Mijn zus weet het, weet het ook nog, die vond het super grappig. En ik besluit daar, niemand houdt van mij. Ik sta er alleen voor, weet je, dus ik ben niet belangrijk. En dat is super heftige... Super heftige uh, nou ja, gedachten of overtuiging. En het verklaart dus ook de heftigheid van mijn reactie op de koffie. Want dat is eigenlijk wat ik op dat moment herbeleefde. Snap hoe staat het met elkaar in relatie dan? Nou, op het moment dat, uh, dat ik zie dat die, dat bakje vol zit, komt er een emotie bij mij los. Eigenlijk is het een trigger. Dat zei ik er straks al. Ja, oh, dit ja. is een voorbeeld dus van hoe dat werkt met een trigger. Dus er gebeurt iets. Ja. Er is iets aan de hand. En ik voel een emotie. En meestal is zo'n emotie buitensporig ja. uh, groot. Nou, dan kan ik twee dingen doen. Of ik uh, spreek uh, uh, mijn, mijn, mijn kinderen of mijn vrouw erop aan, uh, en zeg van oh ja, en jullie doen het altijd verkeerd en uh, ik moet altijd dit verschonen en ik moet sowieso altijd alles doen, whatever. Of ik kan checken van, hey, waar komt deze emotie nou eigenlijk vandaan? Dus de relatie is er alleen voor staan, daar ging het om. Daar ging het uiteindelijk. Ja, ja, ja. ja, ja want je zou niemand in... houdt, of zeker nog niemand houdt van mij. Als ze van mij zouden houden, dan zouden ze dus die bakjes al geleegd hebben. Ja, maar wel, zo het, werkt dat niet. Het is wel ver gezocht. Kijk, jij kan dat zo koppelen, maar ik kan me voorstellen dat iemand die bij zo'n koffieapparaat niet denkt en denkt. Dat is wel. Nee, maar dit is dus de kern. Het gaat nooit over de aanleiding. Dus je moet ver zoeken. Mijn, mijn denker die vindt allerlei redenen waarom dat waar is, waarom het redelijk is dat ik boos ben in dat moment. Oh, ja. Ja, dat is die ik twee, dat is de denker, die, uh, die, de ego, die verzint voor alles wel een reden. Um, op het moment dat ik die emotie volg, dan kom ik bij eerdere herinneringen. En dan kom ik ook tot de conclusie dat ik het misschien vorige week ook had, en een maand geleden ook, en een jaar geleden mm -hmm. ook, en tien jaar geleden ook, en dertig jaar geleden ook, ja. dan kan ik uiteindelijk bij zo'n eerste herinnering komen. En zo'n eerste herinnering geeft ook weer. Dat dat in dat moment, we hadden het daar straks al even over, als je het hebt over het, het begrijpen van een setting. Mm -hmm. Eigenlijk het overleven in zo'n setting. Ja, dus ik dacht, als, weet je, in dat moment heb ik het op die manier verklaard. Maar dat kan alleen als ik de emotie dus volg. Dat is eigenlijk steeds waar het om gaat. Als ik de emotie volg, kom ik ook bij dieper liggende Ja, Mooi. En, dat, en toen ik dat um, he, daar was, toen dacht ik meteen. ah oh, wacht eens eventjes. Ga ik daar nou in mee? Dat is ook, dat, daar zit ook die mildheid. Ik denk, ah, nou kom een ventje, je ja, ja, ja. knuffel ja. geven. Dat, uh, ik hou van jou. Of, uh, maar dus, hoe, hoe zit dat? Even, dat dat zat net uh, door me Ik vond het een heel mooi voorbeeld hoor, wat je net gaf. Nee. Heel, heel tastbaar ook. Uh, en persoonlijk. Maar je zei van het verleden uitwisselen Maar mensen die wat echt, echt traumatische dingen hebben meegemaakt. Uh, kindermishandeling, uh, seksueel Ik zeg niet dat, dat je het verleden kunt uitwisselen, nee. nou, absoluut dat, niet. Of de, of de herinnering of iets wat ik je eraan hebt. Ik denk wel. Dat is misschien ook nog even goed om te noemen. Ik ben niet zo persoonlijk ook helemaal niet zo heel erg van die enorme verhalen over het verleden of het helemaal weer doormaken van allerlei traumatische ervaringen en dergelijke. Veel therapie gaat daar overigens wel over. Uh -huh. uh, ik denk wederom dat alles wat je heel veel aandacht geeft, dat groeit ook. Uh, dus daar heel veel aandacht aan geven, maakt het niet kleiner. Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste wat we te doen hebben, is helder te, helder te maken. van Wat gebeurde daar nou eigenlijk en welke betekenis heb ik dat gegeven. En zolang wij dat verleden niet voltooid hebben of niet snappen, dient het zich gewoon weer opnieuw aan. Dus in eindeloos veel zaken. Ook met PTSS zou je. Dan ben je niet per se een voorstander van, van om dat dan te behandelen met EMDR of. of uh... ja, EMDR is een uh, ja, dat, dat, weet je, er zijn heel veel verschillende methoden. Hè? En EMDR heeft niet de intentie om het zeg maar. Je moet dan terug die ja. emotie in om het te overschrijven. Dus dat is, heel, dat is eigenlijk heel doelmatig. Dus, nou ja, goed, ik, ik, ik ken MDR EMDR. Ik heb het zelf ook wel eens uh, gedaan, of zeg maar, uh, om te ervaren ook. Ik weet dat het in sommige gevallen werkt. Ik weet ook dat het in heel veel gevallen niet werkt. Voor mij is het cruciaal dat je uh, helder krijgt welke betekenis het heeft. Dus eigenlijk is het verhaal doorgaans niet zo interessant. Zeg ik eventjes heel onherbiedig. Omdat... Uh, dat, men, dat merken de mensen hè, waarmee ik de coaching ook doe... het verhaal doorgaans bedoeld is om mij te overtuigen van het gelijk. En ik weet al dat het niet waar is. Want de betekenis die eraan gegeven wordt, die is niet waar. Snap je? Dus als op het moment dat er iets gebeurt... Mm -hmm. dan is er een heel arsenaal aan mogelijkheden... van betekenis die je dat kunt geven. Ik neem weer even een lukrijk voorbeeld... Een dame die... Dat is overigens een verhaal wat ik wel helemaal heb afgeluisterd. Heel vaak luister ik niet deze het hele verhaal helemaal af. Omdat ik dit ook dan als argument uh, gebruik. Omdat het meest relevante is van oké, okay, niet zozeer van hoe is het verhaal helemaal gevormd, maar wat is de betekenis toen in dat moment uh -huh. wat je hebt gegeven. Maar dat was een dame die zei van ja. Die vertelde over haar jeugd en dat ze zo'n moeilijke jeugd had gehad. Want ze was de hele wereld over gereisd en ze had overal gewoond. En uh, uh, maar altijd maar twee jaar. En ze had uh, dus vriendinnetjes gemaakt uh, overal in de wereld waar ze dan weer afscheid van moest nemen. En dat vond ze echt verschrikkelijk. En daardoor had ze een heel beroerde jeugd gehad. Etc. Dat was eigenlijk de strekking. Nou, toen zei ik, dat is super boeiend. De vraag is of het waar is. Want wat ik me ook had kunnen voorstellen, is dat je met verhaal had verteld: ik heb de hele wereld gezien in mijn jeugd. Ik heb overal twee jaar gewoond, overal vriendinnen gemaakt. Ik heb nog steeds over de hele wereld uh, vriendinnen. Ik kan super makkelijk contacten leggen. Ik bedoel, uh -huh. Om maar even aan te geven dat er ook een andere, ander verhaal mogelijk is. Ja, Zij heeft ah, die betekenis ah. niet als zodanig gegeven. En als je daaraan vasthoudt, dan blijft dat dus ook het verhaal. Sorry, ja, nee, ik denk dan toch zit ik dan met, met echt iets, uh, ja, we eens, met PTSS-klachten. Is dat dan toch niet een beetje anders? Omdat dat, dat is niet mm. de betekenis die. Een, een, hè, dat is toch anders. Ik heb niet iemand, weet je, ik heb, ik heb geen ervaring met mensen met, uh, met echte posttraumatische stressstoornis. Ja. Dus um, ik, ik zal geen, uh, geen oordeel vellen over, over het werk in die zin en de verdieping slaan. Want daar moet je echt ja. je heel erg in, uh, en dan ben je een hele weg gegaan als je dat, dat ja, ja. doen. Ja, want dat is niet iets wat je, wat je zelf dan zegt: van nou, ah, dan moet je eh, zelf anders betekenis aan geven. En dat is denk ik toch een ander verhaal of. Uiteindelijk gaat het daar linksom of rechtsom altijd over. Dus dat zal daar, ik, bedoel, ik, ik, ik weet niet precies hoe ze, de, hoe ze PTSS aanpakken, dus ik ken niet alle therapievormen en dergelijke. Uh -huh. En tegelijkertijd zeg ik: uiteindelijk gaat het altijd over de betekenis. Linksom of rechtsom. Dus welke, welke therapie of welke, hoe je het ook doet, uiteindelijk gaat het altijd over hoe geef ik betekenis aan die situatie. Het is heel simpel. Als ik uh, terug ga even naar de jeugd. en ik, uh, ik heb iets naars meegemaakt met mijn ouders vroeger. en ik geef mijn ouders daarvan de schuld. Dus als mijn ouders daarvan de oorzaak zijn. dan aan een fact. Ja, op die manier. Okay, nou, Elke dan snap je, dan, ik dus het. Dan, dan kan ja. ik daar dus niks aan doen. Dus, het... dus zodra ik ownership neem, toch, hoe moeilijk zaken ook zijn. zodra ik eigenaarschap kan nemen. van het besluit wat ik daarin heb genomen. Ja, dan, kan, dan heb ik in ieder geval ruimte om anders te bewegen, hoe moeilijk dat ook mogen zijn. Maar daar zit voor ons altijd de ruimte. De ruimte zit niet bij de ander, de ruimte zit altijd bij onszelf. En dus bij de betekenis die we het geven, en nogmaals, ik zeg niet dat dat een makkelijke weg is. Nee, precies, ja. Want het zijn twee andere dingen: het is ook, je gaat het oplossen. Dus, dus ook al zou je dan kiezen voor een, een vorm van uh, heftige therapie, intense therapie. Dan kies ja. je ook ownership. Dan kies je ook voor van hé, hey, dit wil ik niet mijn leven. Ik zal mijn leven laten mee. bepalen. Het is niet het een of het ander. Het is allebei uh, mogelijk. Je wilt ja. Ja, toch wel hoe heftig dingen in het leven geweest ook kunnen zijn. Je wilt toch ook de verantwoording nemen. Het is jouw schuld niet, maar je wilt de verantwoording nemen. En, en daarvoor dan de therapie of de oplossing vinden die daarvoor nodig is. Ja joh, ik, en ik realiseer me heel goed dat... Uh... Je gaat, nou, gaat nu ook naar een, een kant die ook zo ongelooflijk complex kan zijn. Dus uh, voor een ieder die wel eens echt heel erg bang voor iets is geweest, of nou voor een ieder, daar zijn er een heleboel van, die uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb dat zelf ook uh, ervaren, een slaapstoornis hebben gehad. Of wat, wat dan ook. Het is uiteindelijk niet eens zozeer het niet slapen, wat de grootste angst oplevert. Maar de angst dat je niet Moet gaat gaan slapen, slapen. Ja, ja, ja. Dat, je, dat je in mijn geval dan vroeg wakker wordt. Dus uh, ik werd op een gegeven moment steeds vroeger wakker. In eerste instantie dacht ik, nou, dat uh, zal wel meevallen. Maar op een gegeven moment werd ik vooral bang van het, het feit dat het ging, zou kunnen gaan gebeuren. Dat het niet eens zozeer dat het gebeurt, maar dat de angst voor de angst eigenlijk dat het gaat gebeuren. Nou, daar wordt het al heel complex van. Ja, heftig hoor. Ja, ja dan denk je, oh fuck, voel dit. Dit, wil ik, dit gevoel wil ik niet. Want als ja. ik dat gevoel heb, dan. Nou, en ja. daar is, uh, ik bedoel dat. Dus hè, angst uiteindelijk, dat is wel misschien nog heel goed daarover voor te noemen. Angst is er voor ons. Weet je, uiteindelijk is angst. Um, angst is er eigenlijk alleen maar als er hoop is voor een oplossing. Zodra er geen hoop is voor een oplossing, dan is er ook geen angst meer. Dat kun je in de natuur zien, hè, als, een, als een dier uiteindelijk gepakt is, dan ontspant hij. Dus dan is er ook geen hoop meer, dus dan is angst ook niet meer aanwezig. Dat is gek. Dus angst is, is eigenlijk een signaal van het lichaam, ik kan niet nog onderuit. En wij hebben eigenlijk zelf in eerste instantie dat lichaam ook opgeleid. Dus er is een situatie geweest die slecht uitpakte. Dat hebben wij een betekenis gegeven. Oeh, dit is slink. En daar is een emotie opgekomen. Alle emoties zijn in feite vormen van angst. Vervolgens zegt het lichaam op het moment dat iets zich aandient wat daarop lijkt, gevaar. Dus nu moet je alert zijn. Nou, de vraag is uiteindelijk natuurlijk hoe wij daarmee omgaan. In de meeste gevallen is er eigenlijk niet echt sprake van een enorm gevaar. En kun je dan uiteindelijk zelf het besluit nemen van hé, hey, ga ik mee met deze angst of zeg ik hé, hey, wacht even lichaam. Hier is eigenlijk het is eigenlijk niet nodig. En het eerste is eigenlijk body over mind. Het meeste van wat we doen en wat er speelt is body over mind. Dus het lichaam bepaalt heel erg voor hè, datgene wat we doen. Gelukkig ook maar. Want anders zouden we heel erg moeten gaan nadenken over autorijden of hier überhaupt komen of uh, praten whatever. Dus heel veel gaat onbewust of onderbewust. Waar dus, wat dus super relevant is, is dat je uh, vervolgens afvraagt van hé, hey, is deze angst reëel? Of mag ik iets anders besluiten? Ik neem even een heel simpel voorbeeld weer. Ik had op een gegeven moment iemand die had een. Uh, dat, is wel, dat is wel een stoer stukje trouwens. <laughs> uh, een kerel die, had, uh, die had ik al gecoacht En ik kwam op een gegeven moment de vraag: Weet je, ik uh, vlieg uh, over een paar maanden naar Amerika met het gezin. Want we willen zo graag een vakantie maken. Maar ja, ik zit dus met angststoornissen. Uh, en weet je, als ik op de snelweg rijd, dan heb ik er al last van. Want dan ben ik bang dat ze me niet kunnen redden als ik een hart- en val krijg, et cetera. Dus ik zei, ik moet daar iets mee, want anders kan ik, niet, uh, kan ik dat vliegtuig niet nemen. En toen zei ik, oké, okay, nou ja, dan is het dus heel belangrijk om je bewust te zijn... van het feit dat angst een signaal is van je lichaam... van, hé, hey, weet je, het is eigenlijk zorg. Het is een bescherming in de basis. Dus uh, het is van belang dat, dat je die angst in eerste instantie natuurlijk omarmt... en je lichaam eigenlijk zegt van, dank je wel voor deze waarschuwing. Maar ja, en dan? Dus wat we hebben gedaan... Is uh, we zijn naar de hei gegaan, en dus op midden op de hei gaan staan. Nou, en je voelt hem al aankomen. Daar ontstond natuurlijk de paniek en het zweet op het voorhoofd. En uh, ik zei: Oké, okay, nou, dit is dus het moment om je lichaam te bedanken voor dit signaal. En om je heen te kijken en te checken of dat gevaar ook daadwerkelijk reëel is. Zodat je lichaam kan leren dat die angst op dit moment niet reëel is. Want dat is wel wat we dan te doen hebben. Dus eigenlijk ga je er dan doorheen dus door de angst heen. Mooi. Ja, dus uh, en dat is een voorbeeld van hebben waaruit ik kan spreken. En, ja. Uh, ja. ik denk dat het heel duidelijk is hoor dat dat we angst uh, vaak ook of woede of boosheid wat ik dan heb ja. zien als iets negatiefs waar we zo snel mogelijk vanaf willen, terwijl het juist er is om mij te helpen. Het vertelt mij iets. Ja, 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 absoluut. Het heeft dus een betekenis. En wat ook nog heel mooi daarin is, maar daar ga ik je nog even een persoonlijke ik, ik vertelde jou voor de hadden we het even over die darkness. Uh, ja, uh, die ja. dark room. Dus toen ik in mijn eentje mij uh, een aantal dagen uh, heb uh, opgesloten in een donkere ruimte. En daar heb ik ervaren, want ik was, ben vrij opportunistisch ik denk, nou Weet je dat uh, gaan we doen? En ik was uh, met van alles bezig, meditatie en dankbaarheidsmeditatie. En uh, er waren al wel een paar gedachten langs geweest. over... Even, sorry dat ik ja, voor ja? de luisteraars mee te nemen. Want die weten natuurlijk niet wat uh, de oh, da ja. Dark Room is. Ja, een Dark Room ja. is een hermetisch afgesloten ruimte. Waar het 100% donker is. Dus waar 0,0000. Dan zou je drie dagen ingaan. Ja, van uh, wat is het? Uh, woensdagavond tot zondagochtend. En dat was eigenlijk. Misschien is dat toch nog even belangrijk om te noemen. Om te ervaren. Ik wilde, ja, Dit is natuurlijk wat ik super boeiend vind. Dus ik wilde gewoon weten wat er zou gebeuren als mijn gedachten op zouden houden. Dus als er helemaal geen impulsen zijn, ja, weet je, wat, wat gebeurt er? We zijn natuurlijk de hele dag zijn we met gedachten. Dus en ik wilde ervaren hoe dat is om dat helemaal naar een nulpunt te brengen, waar ik dan terecht kom. Maar goed, lang verhaal kort, ik zit dus gewoon in het donker. Uh, en op een gegeven moment word ik echt overvallen door angst, maar niet een beetje, niet angstgedachten, maar gewoon een fysieke angst: extreme angst, dus, maar ook volledig badend in het zweet. Nou, en Ik heb uh, best wel wat, uh, wat opleiding achter de rug en ik heb best wel wat materiaal waarbij ik dacht van hé, hey, daar kan ik wel uh, uitputten. Maar daar hielp dus helemaal niks. Dus uh, al mijn uh, mooie ja. ademhalingsoefeningen, mantra's, weet <laughs> ik wat allemaal. Het werkte gewoon voor geen meter. Nou zullen veel mensen zich afvragen van Waar, waarom doe je dat in godesnaam. Maar ik had die motivatie dus heel sterk. Dus ik wilde kost wat kost daar, daarin blijven. En uiteindelijk uh, werd me helder. Dus in dat moment kreeg ik eigenlijk een soort van, ja, noem het een boodschap of een signaal van tijd en angst zijn hetzelfde. En toen ben ik daar, daarbij gebleven. toen ben ik gaan checken van, hé, hey, hoe is het eigenlijk dan nu als tijd en angst hetzelfde zijn? Dus als tijd, als angst gekoppeld is aan tijd, wat natuurlijk een heftig topic was, omdat er geen tijd was in die ruimte. Uh, zeg oké, okay, hoe is het nu? En nu is het goed. Hoe is het nu? Nu is het goed. Hoe is het nu? Nu is het goed. En dat ben ik letterlijk gaan doen. En toen verdween dat, dus ook ja. de angst. En ik was daar vrij euforisch over, overigens. Ik zat oh, lekker: ja. meer angst, meer angst. I'm riding the devil here. Dat ja. was echt... Uh, dus da en dat bedoelde ik net even met door die angst heen. Ik denk dat in een heleboel gevallen... Uh, het van belang is om in het nu door die angst heen te gaan. Snap je? Want juist in het nu is die angst doorgaans gewoon niet... Realistisch. Dat is natuurlijk anders in de setting waar die op gestoeld is. Ja, waar die echt voor bedoeld ja, is. Waar die, nee, en waar die ook op gestoeld is, waar die ontstaan is. Dus die angst is er niet voor niets. Eigenlijk herbeleef je een oud moment waarin je hebt besloten: dit is gevaarlijk. Dit is een. Hè, dit, hier is. Uh, Iets nou gebeurd ja. in het verleden. Ja, exact. Dat herbeleef je eigenlijk. Alleen daar heb je geen weet van. Dus plak je het op het heden. Ja. En op het moment dat we daar ons bewust van kunnen zijn. Ja, het wordt wel, het wordt wel, het wordt, we maken het wel groot hier. Ja, ja, ja. Nee, maar om het even samen te vatten, ja. de angst is vaak iets wat je in het verleden hebt meegemaakt. En ja. wij koppelen te veel aan, aan vandaag uh, en daarmee los je het dus niet op. Hou je het in stand. Dus je moet eigenlijk op een rustig moment even teruggaan. Nou, ik stond bij, uh, of, of ik, ik, het was donker. Of, of je, je loopt in een donker straatje. Ja. nee, hey, ik heb die angst. Waar komt die angst vandaan? Waar kan ik dat aan terugkoppelen? Even wat bewust worden. Ja. In. En is dat nu reëel? Moment, ja, een ja, rustig moment creëren. Dus ik denk dat het wel een hele mooie dat is. Prachtig. is ik denk ook uh, heel toepasselijk. Ik denk ook een uh, ja, mooi, denk ik, om de, de podcast mee af te ronden. De ruim, ruim twee uur. Nou, ik nog zou nog, ja, ik zou nog één ding, maar dat, dat vind ik wel mooi, want die, die hing even in mijn hoofd. Uh -huh, uh, ik denk dat het mooi is om af te sluiten met kijk, het, het voltooien of het accepteren of het loslaten van verleden, waar uh -huh. we het dan eigenlijk net even over hebben. Ja. Uh, daar moet je doorgaans iets voor doen, ja, dat creëert wellicht uh, rust in het heden. Dus als je hebben, jij zei dat straks hè, rust en ruimte zijn voor mij echt wat thema's. Rust en ruimte nu hebben heel veel te maken met het uh, met toch ook het voltooien van stukken uh, in het verleden. En het rijmt ze lekker. Ja, het, is, het voltooien is ook een, van ja. verleden is, het, uh, is ja. rust in het heden. Dus uh, met de bagage van het verleden, de problemen. Ja. Uh, kun je in de toekomst niet gelukkig worden als je daar nu problemen van ervaart? Ja, en dus zul je soms gewoon terug moeten. Dus je ja. kunt niet verwachten dat het hè, uh, als je als je doet wat je deed, dan verandert er geen reet. Is ook zo'n leuke uh, uitspraak. Dus als je als je je shit niet zolft, niet oplost uit het verleden, dus als je niet bereid bent om te kijken naar van hey wat is er eigenlijk toen gebeurd, mm -hmm. wat heb ik toen besloten, ja. mag ik dat nu anders zien? Ja, dan, dan keert dat elke keer terug. Dan blijf je dat op je bord krijgen, dat is zeker. En, en dat is nog ja. wel een, een belangrijke die vaak ook terugkomt. Ik moet het toch nog even benoemen of, ja. of vragen, checken bij je. Uh, mensen ja. die zeggen van ja, maar ik, ik heb in het verleden niks meegemaakt. Uh, ik, kan, ik kan niks bedenken, maar ze worden wel elke keer helemaal opgefokt ja. om iets kleins. Of ze worden elke keer getriggerd door ja. bepaalde situaties. Of ze zijn heel angstig. Dan, dan is het onverminderd waar dat daar toch in het verleden iets is gebeurd. Zeker. Ja, dat is, uh, weet je, ik nodig in ieder uit om. Uh, kijk, het kan heel goed zo zijn dat iemand dat blokt. Ja. Weet je, er worden heel veel dingen geblokt, natuurlijk. Dus omdat, om dan inderdaad, ja, dat, dat kun je, of zelf, en als je daar niet uitkomt, kun je natuurlijk uh, ook een, een, een partij voor kiezen die je daar geschikt voor acht kun je een coach of een whatever. Je kan een training gaan volgen. Ik, ik heb nog een jaar training in naam, <laughs> maar uh, nee, dus het is zo boeiend eigenlijk. Het is ook, ik denk dat een heleboel mensen het niet doen omdat ze bang zijn voor datgene wat het teweeg brengt of omdat ze bang zijn voor nou ja, het, het, het gevoel wat het uh, wat het wakker maakt of uh, ja weet je en dat, dat is dat is natuurlijk heel erg eigenlijk ontzettend jammer omdat op het moment dat je het wel aan uh, kijkt en op het moment dat je er wel mee werkt ja dan dan loop je het grootste risico om in de toekomst er gewoon minder last van te hebben ja, ja. Uh, en het is ergens ook gewoon leuk. Weet je, we praten er allemaal super serieus over. Uh, maar ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk vaak vooral heel leuk om dat op een luchtige manier uh, aan te pakken. Dus het werken aan jezelf, het verbeteren van jezelf of van die zelfbeheersingwerk, dat is ook iets gewoon waanzinnig cools, omdat je daar ook de resultaten van mag zien. Dus het is ook gewoon leuk. Ja. En vergis je niet, datgene, dus dat de oorsprong van veel van dit soort uh, overtuigingen. Hebben ook best wel een grappige oorsprong. Misschien niet in een moment, maar als je daar naar terug kan, zoals het voorbeeld wat ik zelf even noemde: van dat kleine ventje wat in die achterbak aan het, uh, op, die, op die ruit aan het timmeren is. Als ik daar naar terugkijk, dan word ik eigenlijk ook meteen, uh, dat vind ik ook eigenlijk wel aandoenlijk. Weet je, ja, daar ja. kan ik dus meteen mildheid in, in ja. voelen. Dus het kost me geen enkele moeite om eigenlijk uh, uh, te accepteren dat ik dat toen besloten heb. Of zo je wil, uh, mezelf te vergeven voor de overtuiging die ik ooit over mezelf heb gevormd. Dat is overigens wel een waanzinnige, uh, krachtige manier. Hè, jezelf vergeven voor de overtuiging. Uh, niet goed genoeg te zijn of iets van die aard. Um, omdat iets anders zo ontzettend waar is. Weet je? Omdat het andere, weet je, dus, uh, dat je, dat je, dat je volmaakt bent. Dat je licht bent, liefde bent, uh, compassie. Uh, hoe je het ook beschrijft. Uh, daadkrachtig, krachtig. Um, want dat is eigenlijk ons geboorterecht. Dat is wie we van nature zijn. Uh, en daar mag je altijd naar terug. Er is een stuk in ons wat onaangeraakt is. En dat is, er al, dat is nog mooi. Weet je, eigenlijk, dat is de on, oneerlijke strijd tussen ik 1 en ik 2. Is dat um, ik 2, de strijd, de denker, dat zijn de schreeuwende gedachten die ik in mijn kop heb. Omdat die altijd probeert gelijk te krijgen. Terwijl ik 1, eigenlijk de, de zelfverzekerde, krachtige, helemaal oké. Okay, uh, man die ik ben, ja die weet al dat dat zo is. Dus die zal nooit heel hard schreeuwen. Dat is ook waarom zoveel mensen aan het mediteren zijn in de hoop dat ze dat mm. hele zachte fluisterende ja. stemmetje een keer horen van: je bent oké, okay, je bent helemaal goed, zoals je bent. Ja, dus, ja dat is uh, voor ons allemaal haalbaar. Het is voor ons allemaal bereikbaar als we bereid zijn ja, die ruimte daarvoor te nemen. Nodige werk te doen. Punt. Punt, ja. <laughs> ja. Mooi nee, afsluiten. Nee, ja, nee. nee dat, uh, ja, ik, ik denk ook ja. wel een, een mooie toevoeging, zo nog even. Uh, voordat ik ging afsluiten. En. Uh, ik denk dat het een hele waardevolle podcast-aflevering uh, is oh. geworden. Waarbij. Uh, ja, mensen toch. dit gesprek hopelijk goed konden volgen. Ik denk het wel. Dat hoop ik ook. Uh, we hebben ook wel veel herhaald. Dus dat helpt misschien ook nog wel. Ik heb bepaalde dingen. Uh, die voor mij, of misschien voor de luisteraar. Kracht van de herhaling. Ja, kracht van herhaling. Misschien net op een andere manier even uitgelegd. Net ja, ook dankjewel voor jouw voorbeelden. Voor toch ook wel uh, de uitleg in de ja, ja. begrijpelijke taal. Uh, bedankt ook voor je komst. Mm -hmm. uh, nou goed. En bedankt dat ik hier mag zijn. Ja, ja heel graag. Dank voor de uitnodiging. Leuk. En uh, nou, het boek uh, voor de volgers. Uh, hou de socials in de gaten. Want uh, ja. wellicht komt er nog een winactie. Met een kleine, kleine knipoog. <laughs> En even richting de luisteraars en kijkers, iedereen die helemaal tot het einde hebben gekeken. De steun wordt enorm gewaardeerd voor elke minuut die wordt geluisterd en gekeken. Dat jullie toch elke keer weer de moeite nemen om te kijken en de gasten te leren kennen en de informatie die ze hebben tot je te nemen. Enorm bedankt en tot de volgende keer.